Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Mediagrave en Garage Eddy van Ronten Welkom bij Blue Eyed Breakdown, een podcast gemaakt door Wiffeloos of voor Wiffeloos. Vandaag een nieuwe week, dus een nieuwe aflevering. Vandaag zitten we met bekende Gentenaars in plaats van bekende Vlamingen. Want jongens, jullie zijn hier al meerdere keren geweest op de podcast. Milan, jou is het jouw Tweede keer? Ja, tweede keer inderdaad. Michiel, bij u is het uw. Jouw... Ik denk zeven of acht. Ja, Niels, ja. Ja, vaste waarde. Vaste <laughs> ja. waarde want dat is, onze, dat is onze, onze prime substitute. Die komt erin als, het, als, het, als we echt lengte um, nodig hebben. Die komt erin als de bekende mensen niet komen. <laughs> ja, als vervanging, Kom, als, als vervanging. vervanging. Kijk, dan moeten we toch niet te laag. Dat is ook een compliment aan Niels. Dat wil zeggen dat jij ook heel interessant bent om te luisteren. Gooi oh, ja. Ik wil dat niet uitspreken, maar oké. Okay. Ja. Maar zou het, ja. het wel leuk, mocht dan ook een keer herhalen, anders zou we. nog een keer, als <laughs> de podcast opnieuw was de 11 Vandaag het. is het 21 mei, het is een dinsdag, normaal we gisteren opnieuw, maar toen realiseerde ik mij van, oei, het is een feestdag, we kunnen dat niet opnieuw Dus dan hebben we maar dinsdag gedaan. Uh, kijk, we zijn bijna op het einde van het seizoen, een van de laatste BUB's, want dan is BUB-seizoen 2 gewoon gedaan. Dus we hebben denk ik op één seizoen meer dan 50 afleveringen gedaan, maar geen paniek, er komen specials aan. Maar jullie zeker niet een maand alleen laten. Nee, nee, Maar toch blijven stalken. Een, een mini-zwart gat. Ja, een, een mini-zwart gat was dus dat. Zou noemen. Maar dan beginnen begin het alweer in juli, eind juli, beginnen alweer de voorrondes van... Uh, ja. Maar dan weten we niet als we nog gaan opnemen al direct, want dat uh, is misschien een beetje saai om dat te doen. Dus als er plots gekke transfer dingen gebeurd zijn, nee. jongens, je weet nooit dat een ja. naar hier komt. Hè. Maar er zijn sowieso Intent al genoeg geruchten, dus. Met Het gaat ga sowieso ook een interessante zomer zijn, hè? Ja, sowieso. Dus, ja. nu, ik denk wel dat de mogelijkheid gaat zijn om iets te doen al zelf begin ja. augustus of zo. Ja. Dus. Kijk Niels, neem ons mee door heel de planning van vandaag. Dat is niet ik, heb van, ik heb van buiten geleerd. Hij, hij zei: Echt, de studenten zitten in de studententijd. Je Super slim Ja, genoeg met de complimenten. Of, uh, kijk, je bent al volledig vergeten. Nee, dus wat gaan we vandaag doen? We gaan eerst dus beginnen met een nabeschouwing uh, van tegenstandaar. Overbodige match, maar wel, maar wel interessante match, waar ik toch veel. Interessante zaken gezien heb. Dan hebben we uh, ja, ook een, een nieuwtje, allez, een groot nieuws, namelijk dat Vidarsson onze nieuwe sportief directeur gaat worden. Daar gaan we ook wat dieper op ingaan. Dan hebben we een, een popular opinion, een dilemma. We hebben ook nog een speciaal rubriekje, zou ik ja, het noemen, maar deeltje. een speciaal deeltje. En dan nog uh, onze voorbeschouwing op uh, STVV. De laatste wedstrijd. De voorlaatste wedstrijd. De voorlaatste. De voorlaatste. De laatste thuismatch. Sowieso thuismatch. Kijk, we gaan erin vliegen. Uh, inderdaad, zoals Niels zegt, een beetje een overbodige wedstrijd tegenstandaar, maar toch hebben we er wel veel dingen van ja. opgestoken. Ik was misschien niet heel goed aanwezig op die <laughs> wedstrijd zelf, maar ik heb hem opnieuw gekeken, speciaal voor jullie allemaal. Uh, dus ik heb wel wat analyses kunnen maken, want sowieso op tv kan je beter zien dan in het stadion. Uh, maar zij is, Niels. Hoe heb jij die wedstrijd beleefd? Zeg nu niet, ik heb hem niet gekeken, want dan ga ik je echt buiten sturen. Ik heb hem gekeken, maar ik moet wel zeggen dat ik zo af en toe... De 1-4 zeg, zeg het eigenlijk niet, maar af en toe dacht ik echt van... Ik ga hier in slaap vallen. <laughs> Zeker ja. de eerste helft dacht ik soms op... Ja. ja miljarden. Maar um, ja, er is ook wel logisch een standaard dat volledig... Ja, een ja, slegen hond is, heen. volledig om te zien. Ja, maar wel echt respect voor de supporters die er nog ja, waren. Sowieso. Want die hebben wel echt ja. nog... En zo na de twaalfde minuten, hè. Ja. Zo iets, uh, ja. ja... En dan, ja, uh, Gent dat niet echt moest. Maar toch een aantal interessante dingen gezien, vond ik. Vooral, ja, Sonko um, viel mij toch op. Niet altijd even gelukkig aanvallend, maar het viel mij op dat hij... Heel goed was in de bal terug te recupereren, heel hard terugzetten. Af en toe dat hij zijn voetje ertussen stak, dat er daardoor een aanval op gang kan komen. Alleen zijn, is hij niet echt nog klinisch of efficiënt. Ja. Maar hij is geen spitsen. Ja, dus is ja dus hij is denk, geen spits, iedereen. Ja. Ik zag zoveel ja. reacties op, vooral ja. Facebook. Dus. Bepaalde ja. generaties ja. waren heel al direct van, ah bij daar zoveel gaat voor betaald, mm. hè, het is direct niks. Ja. Mocht niet vergeten, het is misschien een tweede wedstrijd dat hij basis start. En dat ja. eigenlijk niet op die, die... Dat is gewoon een pure ringer, hè, Dat, dat die, Ik vond hem echt niet zo slecht gelijk dat veel mensen... Uh, nee, ik, ook dat hij, ja, ik vond hem nog... goed ja. 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 so, spelen. Je ja, ja, ja. hij? ziet dat hij hè, ja, dat is hoe is, maar zijn laatste pass is wel... Het is een efficiëntie. dat je we wel vaak voetballers ja. hebt. Gandelman en de dat hij hier kwam. Maar dat is gewoon... Die jongens zit nog maar net in de ploeg, hij, heeft nog, hij zit nog maar net in de basis. En je moet niet verwachten dat hij er zeven binnenlegt op deze ah, wedstrijd. Het is ook een systeem Hein dat hem ook niet ligt. Hè. Dat is een 3-5-2. De wingback is te verdedigend voor hem. En dan bij die twee van voren gaan spelen, is hij ook niet echt voor hem. Dus positie, ja. een, een Wouter Frank voor hem ja. echt wel welkom zijn. Ja, Het nee, had ook een goede kans allee, dat hij zo'n een bal kreeg. En dat die verdediger van standaard er nog heel goed tussenbij kwam. Ja. Want ik denk dat als die verdediger te laat was geweest, dat hij misschien wel binnen had Trapt. Ja. Het leek alsof dus... dat hij hem naast trapte. Maar... Ja, maar als je in de herhaling zag, was het echt hij verdedigen van standaard nog zijn voet ertussen ja. kreeg. Mm. Maar natuurlijk. Hij wou per se met zijn rechter gaan, denk ik. Hij, ja. Was, ja. hij verloor tijd door die bal ja. mee te willen nemen met rechts. rechts. Allee, je moet hem meenemen met rechts, maar hij wou dan die bal ook nog een keer schiet klaarleggen voor zijn rechtervoet. Mm. Dat ik denk van, als je hem nu gewoon weglegt met je link, linker binnenkant, zet hij altijd binnen, ja. verliest hij mm. ook minder tijd. Maar, maar dat is zijn ook dingen vertrouwen die je ooit We mogen ja. ook niet, uh, vooral dan de mensen zeggen: van ah, jullie gooien te veel met bloemetjes naar hem. Ja, hij, heeft, hij heeft inderdaad niet de beste wedstrijd gespeeld, maar we zijn gewoon eerder ja. kalm erover. Ja. Ge, 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 gelijk hoe Milan zegt. je ziet dat hij talent heeft, je ziet ja. dat hij kan voetballen. Um, maar je ge mocht gewoon niet vergeten: die jongen kan niet spelen in 3-5-2. Alleen kan misschien dat wel, maar heeft dat nooit gedaan. Uh, is geen spits, is ook geen valse negen. Ja. Dat is echt ja. pure winger bijna. Uh, daarom volgend jaar met zo'n 4-3-3 en dan hij zo op de Doen en dan sucereren surde aan de andere kant. Ik ja. denk wel dat dat genieten kan. Ja, want het stond echt gelijk zo de, met twee spitsen dat Pardo er zo, er zo rondging, ja. rond mocht lopen. Dat hij echt zo centraal moest blijven staan. Maar dat is echt zo ver af van ja. wat, hij, wat zijn kwaliteiten Dus ja, maar je hebt ja. veel inzet getoond. Hè. Veel gelopen, ja. veel druk gezet, teruglopen. Maar ik dacht dat hij zei gisteren dat Pardo zijn taak ook was om. Voor de verdediging te staan. Ja. En je heeft ook een ja, goede duo. Pardo, echt een goede voetballer. Ik, vind, mm. ik ja, ben maar. echt heel. Ja. Uh, alle, sinds hij bij ons is. Ik, alle, ik dacht wel van. Dat zou wel een Saval voetballer zijn. Maar nu, ik dacht niet van. Dat hij direct zo bepalend ging zijn. Mm. Uh, want ja. zeker als ze zijde in de winter: van Je moogt weggaan tegen Pardo. Dat ik dacht van. Ja, ik begrijp dat wel. Want ik zag toen niet echt in Pardo een superspeler of ik zo. Wel, maar ik denk wel dat dat wel komt. Maar ik had dat, dat toen was, ook wel jammer gevonden als hij weg yeah. was geweest, want ik ja. vond wel dat je sommige matchen wel echt zag. Oké, okay, die jongen heeft echt snelheid. Toen al dat, hij dat en, zag, dus. en hij moest ook debuteren van vanheen op de linker wingback. Waar ja. 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 dat ook echt niet zijn positie heen, nee. is. Dat is. Een spit, uh. eerste hand ja. wilde zeker dat hij dat deed. Yeah. Yeah. Ja. Ja, ja. Maar hij heeft nogal zijn ja, neiging om elke jonge gast te laten debuteren op de wingback. Ja. Alsof dat zo de ja. positie is waar hij het minste risico pakt als hij iets fout doet of zo. Ik vraag mij gewoon zo af: in een 4-3-3 ga je hem dan op de flank zetten? Op de link linkerflank? Of ga je hem ik echt zou... proberen als pit? Ja. Ik, zou, ik had er vorige week ook gezegd: uh, het is raar om hem daarmee te vergelijken, maar zo de opstelling van Real Madrid van dit jaar: mm. met zo, valse 9. een valse negen. Een valse negen, en hem op die valse negen. Ja. En dan zo, eigenlijk zo de Rodrigo en de Vini zijn dan. Uh, Surdé en Sonko, ja. en dan helemaal Salzenegen. Het is ja, als je echt een targetspits wil. Normaal zie je wat meer Franken doet met echt zo'n motorreus. Ja. Ik zou wel ook effectief ook een targetspits halen. Misschien zou dat dan goed zijn dat je afhankelijk van de tegenstander mm -hmm. dan bepaalt van ofwel de ene spits ofwel fernandez Pardo, of je kunt denk ik Pardo ook wel op de, op de flank zetten. Ja, ja ik denk denk dat dat hij bij België, bij ja. de U19, dat hij op de flank speelt. Ja, Sonco ah, zei dat dus, dat Ah, oké. Kijk. Uh, ja, die wedstrijd waar ik ook wel iemand wil aankaarten, uh, Mokio. Ik vond hem dat hij wel echt wel heel degelijke dingen gedaan heeft. Vooral zo zijn verdedigen, zijn uitverdedigen. Want er was een bal van standaard die lang kwam. En yes. hij samen met Jordan, die de bal zo naar buiten wegdwingt. Vond ik ja. heel goed gedaan. Maar dan bij de ene goal was het misschien mm. wel. Half zijn schuld, alhoewel ik ook wel heel ook slecht van Jordan en ja. Schmidt. Ja, ja. Als Schmidt gewoon zijn werk doet, dan is dat nooit gewoon en dan Inderdaad. spreken we er waarschijnlijk ook niet echt over. Nou, um. Het was wel een klein foutje, denk ik ook, van Mokio. Ja. Uh, maar zoals wel, ik elke keer zeg als de jongens speelt, in de 16. Dus mm. die heeft nog veel te leren, ja. maar hij je weet ziet, ook al heel veel. Je ziet vooral nog dat hij veel groeimarge heeft, met de keuze te maken: wanneer stap ik uit, wanneer blijf ik staan. Mm. Dat is zo vaak. Ik zag af en toe momenten in een match dat hij uitstapt en zijn, en zijn man wil volgen. En op dat moment komt hij netjes te laat en wordt de bal over hem gegeven mm -hmm. of naast hem gegeven, waardoor dat die, die speler, in zijn, een beetje, speler in zijn rug weg is. De, mm -hmm. Dat is hetgene waar dat hij nog in moet groeien. Maar ja, mm -hmm. ik denk als hij blijft al gewoon een beetje leergeld gaan moeten betalen. Ja. Uh, maar denk dat dat wel allee, zelf. Ja, ik, ik denk zelf als ze blijft dat hij naar volgend seizoen toe, zeker na het tweede helft van volgend seizoen misschien zelf wel gewoon basis kan zijn. Kan zijn dus als zien we dus dat het zijn, er komt. ja voila, ja, het, ja. uh, ja. het is uh, als, ge, als stel uh, Mets komt of zo, of een ja, andere talentvolle ja. verdediger, en dat ja. hij naar handen legt, een ja. kans. Ja, we hebben ook nog Laga, he. ook en Gambo, ja, heel goed, wel, maar wel op de zes, dat vond ik wel een beetje jammer. Ik vond dat wel vreemd. Hoe komt dat dat hij ook? Nu nog maar zijn eerste minuut te maken. Want die gaf mij. Oké, okay, 10 minuten voor het einde. Ja. Het is al 1-3. Nee. Ook groot. zo ja. 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 Ik, ik was daar echt hyped over over die ja. voetballer. Want ik, ik, ik was hem ooit een keer tegengekomen op een random. voetbalvideo. Uh, voetbalvideo's en dan was ik zo aan het school. En dan kwam ik hem tegen en dan dacht ik van wauw, hij is echt een goede voetballer. En dan komt hij bij Gent en ik dacht zo, ik herken die naam. En dan dacht ik, of dacht ik hem op en dacht ik van wauw. Ik, heb die, ik weet nog niet dat ik die video keek. Ja. Ik was er echt hypes voor en mensen zo ja, ik weet het niet, dit, dat. Maar kijk, hè, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft mijn punt ja. bewezen: dat is echt een goede voetbal. Zeker op dat middenveld, heel rustig. Ja. Ja. De juiste die keuzes rust, maken en snel rust. denken. Direct ook een ik... voetballer van de league 2 eigenlijk. Hè. In zijn eerste minuten ja. bij zijn nieuwe club. Ik hoop dat hij ja. Misschien basis of op meerdere minuten. Hij mag toch een kans krijgen. Als hij zo goed was op die zes ben ik benieuwd wat hij doet als hij zo'n centrale verdediger staat. Ja, het is misschien wel goed dat, we zo po dat hij zo polyvalent is. Dat je mm. hem zowel op middenveld kunt zetten als, als in de verdediging. Ja. Ja, het was wel ook een match deze dat we toch getoond hebben dat onze centraal verdedigers polyvalent mm. zijn ja. op een bepaald moment. Met hoeveel, hoeveel centraal verdedigers stonden wij op een bepaald moment op dat plein, echt vijf? Ja. Ja. Zes, of zo? Maar, ja. Gandelman heeft toch ook al centraal verdedigers staan ja. bij ons? En nu die loopt overal. Hè, in de ja. spits die hem opeens. Nee, ik, ik, ik snap niet dat er op de Discord zo vaak wordt gezegd dat dat Gandelman eigenlijk weg mag als je daar een bot van 8 nee, miljoen voor krijgt. Sowieso, maar, zee, maar, ja, ik Maar als, als je naar Gandelman kijkt, zie je dat dat... In mijn ogen kan Gandelman echt een, de perfecte middenvelder worden. Die heeft alles in zijn voordeel. Die heeft zijn lichaam, die heeft zijn snelheid. Die heeft zo dat plots appearance, gelijk ja. hoe dat, uh, dat Hong heeft. Dat zo, die kan daar plots staan. Iedereen zegt wel Wandelman, maar ik heb altijd vaak dat ik zo denk van... Huh? Hoe komt de daar? Want daarnet stond hij nog aan een andere, een andere box. Die, die loopt die, echt veel. Die ja, is zo. Ja. Dus ja, je gaat mee in de spits en opeens uh, heeft hij een bal in de verdediging. Dat ja. het was echt. Ja. En nu op 44 matchen 13 goals al. En Cumms ja. op 195, 12 goals. Dus ja. Ja. sinds 2021. Dus, ja. ja. Maar ik vind ook die assist op Pardo dat was echt een heel goed pasje. Ik denk dat weinig nou ja. mensen die bal zo kunnen terugspelen. Want we moet weten dat er een verdediger, ik weet niet wie dat was. Uh, no. Standaard boeit ook niet veel. Die, dat, dat die hem zo afweegt. En die goal oh. die mij echt denken aan uh, in het kampioenjaar op standaard in play-off 1. Niet die wereldgoal van Pedersen, maar de 0-1 op standaard. Ook. ook. van Pedersen. Dat was dan militievisie aflegt en ja. Pedersen streep laag in dat? de benedenhoek Ik denk dat dan de korte nu was, ja. maar dat hij mij daar zo hard aan denkt. Maar dat zijn zo die, die goals die altijd leert op training. Hè. Je krijgt een lange bal, dan je, afleggen, dat, is, dat is meestal dan, de middenvelder die ja. daar staat, moet dan met de verdedigers rond hem moet een bal afgeven en een snelle spits en die ja. legt dan gewoon hup, krijg je hem binnen. Dat is zo'n trainingsgoal. Dat is zo. Als je daar echt kunt studeren, dan dat is echt mooi ook om naar, naar te kijken. Ja. Kijk, voor de, voor, het, voor de rest heb ik niet echt mensen die ik wil een pluim geven. Behalve Hein, dat ik toch wel um, mooi vond dat hij eindelijk de, de nieuwe mm. spelers kansen geeft. Ja. Ja. Um, ik vond dat hij het goed had gedaan. Het was wel weer een beetje te streng daarna. Maar kijk, het is, uh, gewoon als we die barrage-wedstrijd winnen, dan ben ik blij. Je vergeet iemand, man? Le Monstre. Ja, juist. Alleen oh, 70 goals. Zalig. Oh. Echt. Yeah. Ik word altijd gewoon zo blij van die mensen die voetballen ja. nu. Dus ja ik vind het fantastisch team, en die ziet ja, altijd zo ja, ja. gelukkig uit ja het is ja, met die kapiteitsband dat oh, hij bijna ja. niet rond zijn ja. biceps kan, kan en pijs, dat ja. gaat, pas op Laura, want het uw gaat band spreken. gaat kapot schieten ja. ga scheuren, ja. maar ik, wanneer was dat die wedstrijd dat hij zo op het einde tegen Antwerpen dat hij zo die bal erin sla, bijna kon sliden? Ja. ik werd zo boos van mensen die aan het haten waren ja. op hem want voor mij was echt zo van, die jongen geeft echt alles uit zijn lichaam. Ja, wel, hij en, hij, hij, echt, en hij weet ja. gewoon dat dit niet meer kan, maar hij geeft alles. Ja. Dat is ook gewoon zo die disrespect. Ja. Hoe rap dat mensen kunnen vergeten ja. wat dat iemand bereikt heeft bij ja. bij een die gast heeft ook ja. een gigantische carrière gehad. Die super belangrijk geweest bij Gens. Rode duivels ook nog zeker. Hij ja, zou nee. ook ja. na zijn goal een Eén match, één goal. Uh, Lukaku, hoe the hell are you, man? Uh. Ja, misschien qua aantal goals per minuut is uh, de Potter wel all-time topscorer bij uh, de ja, Roode Tijgers. Is eigenlijk een goed statje om ja. een keer op te zoeken. Ja. Maar <laughs> Weet hij... je wel, statman er niet bij is. <laughs> maar, oh, uh. maar na zijn goal zag je wel bij de bank en bij de staf dat, ja, dat hij er hard voor gewerkt heeft. Die reactie, zo, die smile. Ja, ja. Ik hoop echt dat hij op zijn Want het is ook zijn laatste wedstrijd, mm. dat, of ja zijn voorlaatste. Maar ik denk niet dat hij in de barrage gaat spelen. Zijn laatste wedstrijd nu dat hij toch wel een deftig afscheid ook. Hij zou ja. mogen starten ja. van mij tegen Centrale. Uh, maar dat is een beetje onheeraan doen naar Pardo, vind ik. Het is als ja. je met Pardo ja. Als hij Pardo de boodschap geeft van: uh, we willen nu volledig fris hebben voor de baragematch. Ja. Mm. Um, jij wordt dan de man. Mm. Ik denk dat hij dat dan wel gaat accepteren: dat hij tegen Centrale voor de Poitre die zoveel heeft bereikt bij Gent. Ja, dat hij hem wel Ja, voor de Poitre doen. Dat is yeah. ook wel mooi. Hij geeft dan parto mm -hmm. een half uur of zo. ik ben totaal geen ja. emotionele man, maar ik ga die wedstrijd echt tranen We hebben toch weg. alle fans die nog weg. geen tickets hebben gekocht, koop gewoon een ticketje. Afscheid van de portre afscheid van Van Aasbroek. Ja. Ja. nog Ho 2000 tickets over. Oh, okay, Hopelijk ja. van hulsjaar hey, maar ik vond Huls zeker echt niet slecht. Ja, zo ja, wel wel ja. Ik vond hem... Hij heeft de pre-assist gegeven, assist, en die corner. Ja, die assist was echt nog goed. Maar ik vind Nurio en Hulsager moesten zij al, allez, vooral Nurio moesten niet zo'n groot contract hebben, zo'n loon. Ze ja. zouden dat gewoon ja. goede rotatiespelers ja. zijn. En als ze niet zo geblesseerd zijn. Ja. Maar Hulsager, bedoel, het is wel een speler waar je zo af en toe kunt wel zeggen: godverdomme, maar je kunt echt onderschatten hoe vaak mm. dat die betrokken is bij een doel. wagon ja. Slecht gekens is. Ja. Gerkens, hè? Drie keer. Ja, mm. yeah. 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 die is er wel altijd. Je zit er nooit klaar mee. Mm. 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 Ook al is dat zo wat kop in de grond en. Het ziet er vaak zo belachelijk ja. uit, maar voor wit dan, dan vind ik ook vind ik gewoon een mooie speler. Mm. Ik zag zo'n mm. actie tegen Standaard, dat hij in de rechterhoek werd gestuurd, dat hij dan in één trok, die een bal voor heeft, en ik denk dat dat dan um, Fossi was die zo net voor de neus van Pardo nog die bal kan wegwerken of Pardo ja, kan ja, ja, gewoon ja, inderdaad wonen voor de goal. Mm. Allee, ja. voor bijna zo goed als de lege goal binnen ticken, maar dat was zonder te kijken eigenlijk. Gerkes keek even, dan terug naar de bal en dan echt die bal zo ja. mooi voorgezweept, ja. zeg maar. Dat je denkt van, hoe krijgt hij die bal daar nog? En dan, ja. dat is weer die voetbalintelligentie van Gerkes dat ik echt nog wel ja. kan accepteren. Gewoon zo weten waar ja. dat iedereen altijd staat op elk moment ja. en wat bal kunt geven. Ja. We weten ook waar dat hij moet lopen, dus ik zou hem ook echt nog houden ook voor Nou ja, sowieso. Wie zijn jullie man of the matches van die wedstrijd? mocht zo rondgaan. Zeg maar Milan. Ja, bij mij Andrew, hè. Hoe ja. Like, ja, Die pas. Eh, je ziet wel met de loopactie van Sonco dat hij gemakkelijk naar binnen kan gaan. Dan komt die Gandelman vrij spelen, ook de corner geven, dan assist op de poitrine. Ik had het gezien dat hij had zo een balverlies geleden en dan ja. meteen terug sprinten, veroveren. Dus ja, ik ben geen fan van hem. Hè. Ik irriteer me al heel het jaar aan hem, maar <laughs> eh, toch een schone het laatste. Het mag gezegd worden als hij iets goed doet. Dat ja, een mooie ja. afscheidsmatch. Ja. Maar hij heeft nog een nog een jaar contract, dus ik denk niet dat hij weg gaat gaan. Nee. Dus ik denk dat hij nog wel gaat blijven. En dat mag wel, als rotatievoetballer, zoals ik zeg. No. Hij heeft nu niet nee. het grootste contract maar je wel. Wie zei zij? Ze? Uh, uh, <laughs> ik ga Mokyo zeggen. We zullen de hete aardappel doorschuiven. Er zijn veel mogelijkheden, veel jongster, maar ik ga no. Mokyo geven. Ik kon ook Pardo ja. zeggen, maar ik denk dat hij de officiële ook is. No. Uh, maar ik ga gewoon Mokyo zeggen, omdat ik hem ook het beste gun. doen. Um, ik vind het wel echt heel jammer dat zijn entourage heel de hele tijd in. No ik like nu missen ze dat allez, ik, ik vind het gewoon een beetje belachelijk um, misschien ha, is het een beetje belachelijk dat ik dit zeg maar ik vind als, zoon, als je zoveel als je om je zoon geeft en dan speelt hij een basisplaats ja. in standaard dat je niet aanwezig zit tijdens die match ja ik bedoel heb nog letterlijk binnen twee of drie weken de letterlijk een hele zomer om ja. nog alles te bezoeken en oké okay, ik snap dat Barcelona nu nog een, nu nog een match speelt maar ik bedoel ja ik denk gewoon ja. ik vind al al dat die familie niet beseft van de doorgroeimogelijkheden voor een voetballer in uw carrière is zoveel groter als ze dat gewoon ja. bij een iets kleinere ploeg zoals Gent begint in ja, ja. plaats van direct bij Barcelona waar er ook nog, de nog jeugd, veel talenten zitten de ik... jeugd en dan youthleken ja, ik snap ja. ik snap gewoon nee, ik snap het hè, dat geld en zo dat is heel belangrijk maar, maar dat is de kans termijn, dat jij, de kans dat jij in Barcelona gaat uitbreken als jongster dus dat is niet groot. heel klein. Zeker ja. bij Barcelona zijn we daar zoveel jeugdtalentjes op. Oké, okay, hij is linksvoetig en okay, hij is 16 jaar en hij valt veel mee. Alleen ik... daar nog voetballers ja. lopen. Ik bedoel, ik steek hem nu ja. bij Gent en verdiende. Ja. Hoe was het laatst? Dat ze uh, 500. 500, ja. 500k per jaar uh, allee, weigeren. Ik bedoel, 500.000 ja. mm. voor een jaar. Man, Voor 500.000 uh, blijf ik, ik elke nacht op. In, uh, en er zijn zoveel voorbeelden van. Ik denk dat ik dat in de chat ook ja. gezegd heb. Zoveel voorbeelden van spelers die. Te vroeg naar een topclub willen. Ja, en dingen die dan van mooi mislukt. Die niet bij Sevilla zit. Yeah? Ja, dat ja, zit ook op banken. Maar iedereen weet wie we bedoelen. Ja. Uh, ook bijvoorbeeld ja. die keeper die naar Brentford is gegaan. Dat IJslandse talent ook naar ons kon gaan. Er ja. zijn zoveel nieuwe zonden. inderdaad. Ja. En zeker in een club, club als Gent. Met nu, we gaan er straks nog op komen. En sport, uh, sportief directeur. Ja. die veel met de jeugd werkt. En Franken, die het ook een coach is. Mm -hmm. die de jeugd veel kans geeft. Ja. Al, ja. Mm -hmm ik vind dat ja ik zou niet snappen als hij nu naar Barcelona of zo zou gaan ja, en ik ook qua er ervaring een hmm. niveau, alleen de Belgische eerste klas, heb daar echt goede, serieuze spitsen. Ja. rondlopen ja. waar je veel ervaring bij kunt opdoen. En als je naast iemand als Mitrovic kunt spelen, die zal ook wel uh, veel ervaring kunnen meebrengen. Ik denk dat, dat Mitrovic echt zo uh, een beetje de lacazette is van, van Gent, ja. die zo de jonge gastjes, zo een beetje anders. Zo ziet hij er ook altijd uit, vind ik. Ja, terwijl als je ook tegen 16, 16 of 17 jaar speelt, oké, okay, die ja. zullen waarschijnlijk wel, hey, dat, dat zijn allemaal goede spelers zijn, maar Duitsland altijd zich tegen nu hmm. de... De leeftijd en oké, okay, ja. ik snap als Gent zou zeggen: Ja, het is eigenlijk voorbij de, voorbij de belofte te gaan spelen. Ja, om dan in Belgische de derde klas te spelen, dan snap ik ja. Oké, okay, je gaat dan naar Barcelona. Want ja. dat niveau gaat veel beter zijn, logisch. Ja. Ja. Maar ja, als, ja uh, dan nog, ik bedoel, ja. volgens mij zou mij, persoonlijk zou ik dat ook sowieso doen en meer een beetje bij Jonghend laten doen en dan dus noodzaak komen tijdens de seizoen zelf, omdat als we als alle centrale verdedigers blijven. Is het dan nuttig me gewoon om hem gewoon op de bank te houden terwijl hij zoveel nog kan leren door te spelen? Nee. Hm. Maar wat ik mij nu zit te bedenken, kan dat dan ook zijn dat de ouders misschien willen afwachten wat Wouter Franken denk ik ziet in Mokio? En wat dat zijn. En ik denk ook gewoon dat hij een beetje druk is? zetten is op Gent ook. Want het feit dat, hij, dat ze naar Ajax gaan en naar Barcelona zonder eigenlijk iets heftigs te doen, lijkt het mij eerder zo van, maar wij zijn wel hier. Snap je dat zo van? Hallo Gent. Ja, we gaan ze dan vragen 750 die stoffen. Ja, ze ze worden ook 50% van de transferrechten behouden. Ja, ja. Dat betekent dus als er een transfer van 2 miljoen gebeurt, dat zij 1 miljoen krijgen. ja. Dat is. Ja, het zou gewoon zonde zijn. makelaars krijgen ja. niet zoveel. Het zou gewoon een zonde zijn voor Gent, hoor, dat hij weggaat, dat we er dan niks, aan, ja. en niks van krijgen ofzo. ik ja, zeg ja, het u, ja. Gent, want iedereen zo, wat ik soms lees van, geef hem op. Nee, want als, als Gent nu hem kan houden, mm. is dat een super teken naar, naar jeugd. Nou ja. Ja. En zeker bij hem nu, want hij, als, als Gent nu zegt van, je blijft bij ons en je blijft hier, dan hebben we eigenlijk wel gewonnen tegen Ajax, PSV, Bayern München, Leipzig, Barcelona. Tegen al... status is Ja, bal. voilà. Dan, heb je, dan denken ze van, man, Gent heeft gewoon... Er zal wel iets goed zijn daar in de jeugdopleiding. Ja, dat is een ja. van de grootste talenten van België, want hij is op 16 ja. jaar leeftijd... Ja. Bij, bij Gent kan blijven. Allee, dat geeft ook wel ook een teken in de comp als competitie en als voetballand zelf ook. Hè, dat je ziet van ah, ja, okay, die talenten die blijven echt daar. En om dus... nu in de eerste ploeg van Barcelona te geraken, oh, nee, ja. dat is heel moeilijk. He, succes, lijkt, ja. Lek, je kijkt ook naar Barbera en Jutkla, die gaan ook tussenstop maken in de uh, Jupiler Pro ja. League. Like. En dan worden waarschijnlijk zo in een vicieuze cirkel van ja. uitleenbeurt na uitleenbeurt, ja. ga je een half jaar daar shotten, ja, dan weer een half jaar daar. Ja, daar is gelijk die, dat, dat transferrumoer van Gent, Malik Jalkoje, een 18-jarige middenvelder die bij uh, Gothenburg speelt, ja. net in, sinds de winter of sinds dit seizoen nog maar. En Liverpool is de grootste aanhanger, alleen Gent wel en ook, maar Gent kan moeilijk 10 miljoen neerleggen, terwijl zij dat wel kunnen, maar als hij naar daar gaat, de kans is veel minder dat hij een grote carrière uitbouwt dan dat hij naar Gent zou komen. Ja. Allee, ik zeg niet dat hij een gigantische carrière uitbouwt, maar dat hij hier doorgroeit, daar gaat het waarschijnlijk inderdaad zijn. Je begint bij de jeugd, dan wordt je uitgeleend, 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 en dan misschien mocht je soms een keer, keer starten. Maar dat is. En dat eind, dat bij, dan eindig je bij middelmatige clubs in Europa gewoon ja. als je niet slaagt bij. Ja. Ja. Er zijn weinig topclubs die echt veel minder jeugd doen, behalve Barcelona, Ajax. Maar ik vind die, dat zijn niet echt Europese topclubs meer. Want sorry, mm. met alle respect naar naar die ploegen, veel bereiken ze niet meer in Europa. Barcelona het is wel, wel heel mooi mag. dat ze. Bepaalde, lijkt zeker Barcelona met uh, Jamal en ja. uh, al de rest. Ik uh, kan nu niet op de namen komen. maar ik weet en dat Gavi en al. Van voilà, Gavi. Ja. Uh, dat zij wel echt kunnen doorgroeien. Ik bedoel, Real Madrid heeft ook een jeugd. Maar ja, als je sp spelers als Bellingham hebt rondlopen. Veel succes met hen een keer ja. te vervangen. Allee, ja, ja. Dat, is echt, dat zijn grote schoenen om te vullen. Als je ja, die gaan die een Hendrik ook gaan halen. Ja. In, in, uh, in Brazilië als hij 15 ja. was. Dus ja, dat is, dat is echt. Uh, Jeugd is super goed om, om, om te hebben, maar uiteindelijk ga je daar denk ik nooit echt de beste ploeg ter wereld mee worden. Ja. Ja. Ik, dat is mijn visie over voetbal. Je moet een mix hebben. Met 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 mix welke hebben. ploegen zitten er nog allemaal achter Mokio? Uh, Leipzig, PSV, Ajax, Barcelona. Uh, Lille. Ik hm. uh, wow, denk zo'n beetje de grote jeugd, jeugdacademies in Europa. Hm. Nou, like Dortmund of zo lijkt me wel nog. Een deftige stap dan voortaan. De... Ik denk dat hij het zwak is voor de, voor de, voor de Bundesliga. Een Duran veel speelt Lille? daar toch ook? Om... Ik zou hem eerder in Ligue 1 steken. Ja. Ja. Of in, in Ligue 1 of La Liga zou ik doen, maar ik zou niet Duitsland doen, want daar wordt hij omver. Ik, ik vind de League 1 wel echt een, een perfecte competitie om zo als beginnend speler ja. zo door te gaan. Nee. Ja, ik heb wat ook heeft gedaan. Hè, ja, ja. 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 Is, hè. Eigenlijk G-Player Pro League ook. Goeie, het is top. dus ja, ik zou hem gewoon nog zeker een jaar houden hier. Vandaag al voor de league 1 gesproken. Um, Lyon heeft zowaar Zot, Europees he? voetbal ja. dankzij eigenlijk Malik, die op het einde van de wedstrijd een ja. heel mooie penalty uitlokt. Uh, ja. Daarmee is Lens eigenlijk 70 geworden en Lyon zesde, waardoor de Lyon uh, voorrondes van de conference is eind november zijn die laatste. Zot, hè? Dus Zonder een één overwinning. Jeden dankzij Fofana zij één. en Orban. Nee. Hoe Fofana. doen we Orban het eigenlijk nu? Niet zo goed. Ik zag Orban ja. daar in de armen van de coach springen alsof dat hij dat gemaakt mm had. -hmm. Ik dacht van. Jongen, je bent jezelf belachelijk aan het maken. Maar hij is. Ja. Fofana is gewoon een grotere meerwaarde voor Lyon ja. dan. Dat zijn Horban. Die supporters. De ja. ja, Petit ja, Prins noemen ze hem de hele tijd. Ja. Ik ja. Ja. Ja, ik ben echt zo gelukkig voor En bij Orban Man. hebben ze eerder iets van: wat is dat? Zo zijn mentaliteit. Het is echt. Het is gewoon verschrikkelijk. Ja. Die wordt. Allee, ik kan ook niet zeggen dat die slecht begeleid wordt, want het is Lyon. Dat ja. is een ploeg die erom bekend ja, is zijn om elke speler individueel goed te begeleiden. Dat ik echt van die jongen heeft echt een probleem. Ja. We kunnen hem misschien al terugkopen voor 5 miljoen volgend jaar. Nee, ik zou hem echt niet willen. Ik, zou, nee. Nee. ik, allee, vroeger, ik was de grootste Orban fanboy. maar ja, allee, allee, Gogo van op de Discord is, uh, heeft, allee, heeft eigenlijk echt gelijk. Dus, die Orban heeft. Is, niet een rot-fanje, maar zo'n beetje een rot karakter. Een rot karakter, Tegelijk, ja. ook op Instagram begint hij plots allemaal oude beelden van Gent te zetten. Terwijl superleuk om dat nog een keer allemaal terug te zien. Maar als je dat keer ziet als een Lyon-fan, dan denk je ook denk van ja. Doe dat een euh, keer bij ons. Hij zit hier de <laughs> hele tijd die video's te zetten van Gent, maar hij speelt wel bij ons. Ja, ik wist niet dat hij dat deed. Ja, dat had was gedaan over het laatst. En dan ook onaangekondigd naar de Lamco komen en dan. Gelukkig had uh, Tom van den Bulk het gezien en had hij een, een de aftrap mogen geven. Maar zo'n dingen, dat je zo niet communiceert met je club. No, het is gewoon onaangekondigd. Naar ja, hij had goeie. gewoon een ticket gekocht. Ja. Zalig. Ja. Dus Zalig. Ik is het, ja. het hier wel. Dat, dat heb ik ook maar gehoord, hè. maar dat was, uh, was blijkbaar echt zo. Die had een ticket gewoon gekocht om te komen en iemand van de werking van Gent had het uh, gezien. Die, naam, de... die herken ik gelijk van Toen <laughs> Toen maar een aftrap dan ja maar we moeten ook nog twee mannen van de match ja, zeg maar ah ja, ah, ja. ja. <laughs> uh, we gaan paulo niet kiezen want die is de officieel man van de match dus um, <laughs> ik ga voor de porter gaan Er zijn twee golen, twee goeie golen. Ja. Uh, hoeveel literals golf je remtje eigenlijk begint hij staat tweede in, ik denk, 48 of zo 48. Of nee, nog meer. Nee, meer denk ik. Nee, nee, meer. Meer het zeven ja, ja, meer dan ja, 50. Hij um, staat tweede in de ranglijst of zo. Ik denk misschien 65 of zoiets. Voilà. Ja. Uh, dus nee, ik ga de Poitres zeggen, omdat... Ja, gewoon twee goeie goalen en... Dat is gewoon de Poitres, man. Ja. <laughs> ja. Oh, ja um, van de man, mijn man van de match... Ik ga geen judo zeggen zeggen, maar het is al... afgenomen geweest. Ik vind het voor de rest heel moeilijk om hem te nemen. Ja, Gerkis kan ook nog. Maar ja, ik ging Gerkis zeggen. Hij viel mij niet echt op, maar ik vind hem gewoon zo'n mooie voetballer om naar te kijken. Ik vind hem zo. Ik heb tegenstellers van nu. Ik vind die niet leuk. Ik kan hem niet af. Het is niet de stijl, het is niet mooi, maar het is gewoon zo die dingen die je ziet. Daar hebben heel weinig spelers. hij heeft ook 61 goals, by the way. Ja. Ik ben gewoon Team Gerk. Allee, niet Team Gerkes, maar ik wil, hem, ik wil die jongen gewoon steunen. Die man komt ook uit de langdure blessure. En ik denk dat als hij nu een deftige voorbereiding meemaakt, dat hij niet per se als basis spelen, maar wel echt belangrijk kan zijn. Zoals speleren. thuis tegen Antwerpen. Dat, ja. dat was puur op gevoel op de juiste moment in de 16 daar zijn. Dat was ook zijn beste match van het seizoen, vond ik. Mm. En als ze die Gerkens kunnen zien volgend jaar, vind ik, zou het mm. wel ja die was bij Antwerpen toen was hij kampioenspeler dat, dat jaar was hij in de eerste seizoenshalf eerste ja. seizoenshalf een bijna. De, de beste speler. Dat ja, was zijn beste dus ja maar dat zo ik weet niet dat is zo gelijk in de verhaal of zo maar het feit dat hij gratis naar ons is gekomen vind ik van oké okay, hij is goed maar moesten we daar nu bijvoorbeeld 2 miljoen voor betalen ben ik zeggen van ja nou. Dat, was, dat is het eigenlijk niet waar. Het is gewoon het feit dat hij ja. gratis is. Met meer vrouw van ja, ja. gandelman, hoor. Ja, 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 ja tuurlijk. Ik snap ook niet dat Herkes eerst basis was terwijl hij gandelman dan op de bank had zitten. Ja. Maar ja. dat snap ik dan wel, omdat Herkes kent België en gandelman nou, is, echt, is jong en hij komt met een nieuwe Het is een vriendje van Hein, eigenlijk. Hij had blijkbaar ook een keer geklaagd dat hij te weinig speelminuten kreeg, heb ik een keer gehoord. Dat Hein zo zegt van... ja als je klaagt over speelminuten, dan moet je ook wel je kans grijpen. wanneer ja. je uh. Tuurlijk, dat het ging over Gandelman heeft echt gedaan. Ja. Ja, ja, ja. Herkens, het ging over herkensen. Ja. Ja. Maar Gandelman heeft echt gedaan. Hè. De jongen heeft zich echt in, de, in het team geknokt. Hm. Ik vind echt dat ja. het meest van zo, dat zo, best gestegen speler, ja. van misschien de Prolix zelf, vind ik echt. Gandelman heeft zich zo geëvolueerd. Ja, zijn inzet ook. Ja. En, zeven en zijn assisteel. passie. Dat vind ja. ik ook ja. mooi. Dat is, ik zeg dat vaak zo, voetballers die zo want vaak zien zo Gent als een tussen ja, ja. ik Ja, ik heb zoveel respect naar die jongen, want hij is een Israëli. de helft van de wereld haat hem. dus is oorlog in zijn land. Ja. En, en ik, ik ben ook echt dankbaar dat het Gentse publiek daar ook geen kant in kiest, want ik vind nog altijd politiek dat niet in, zijn, het, he? in het voetbal mm -hmm. gezien worden. Uh, en ik maak dat hij ook steunt. Voor mij blijft hij een voetballer van Gent en dat is het belangrijkste. En ik vind dat zo mooi. Hoe dat hij toch nog kan blijven voetballen, want ik zou dat echt niet kunnen. Maar ik denk ook dat hij niet zo een extreme mening heeft op vlak van die discussie. Want hij komt, ik zie dat wel op het veld, goed overeen met Tariq Tisudeli. Ja. Ja, ja. Iemand die toch uitgesproken al een ja. Palestijnse band heeft verdacht. En ik denk, mocht hij echt zo pro-Israël zijn. Dat is ja, ja, toch met ja, Bezus ja, Dat toch toen in de tijd? Was ja, het toch, toch anders? Want die, die was toch gelijk meer emotioneel, like, dat ik me ja, herinner. Ja, allee, dat ligt ja. misschien in like, misschien zijn karakter. Ik denk of ook zo, dat Handelman dat wel was, maar dat misschien dat hij dat gewoon minder getoond heeft. Ja, ik denk ja. dat Handelman gewoon wat tijd nodig heeft gehad ja. om zich aan te passen en, aan België. En, 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 ja. en ook hoe dat we het nu een beetje wijken naar het politieke standpunt, is wel Oekraïne die is aangevallen geweest en eigenlijk. Israël, die allee, ook aangevallen zijn, maar zwaarder hebben teruggeslagen. Snap je? Israël heeft er ja. minder last van dan de Oekraïne en van Rusland. Voor die aanslag was Israël ook al de Palestijn. Maar ja. bon, bo bo politiek, bo maar. We gaan geen politieke standpunten uh, <laughs> Overgaan naar uh, het volgende puntje: Wiedersohn als uh, ja. sportief directeur. Het kwam misschien wel als een, uh, een verrassing. Maar eigenlijk, als je erover nadenkt, is het een heel logische keuze, vind ik. Want ook gewoon de rumoers die allemaal uit Scandinavië komen. En ook gewoon tegenwoordig alle talenten spelen in Scandinavië. Dus dat is sowieso goed dat Gent die tour opgaat. Ik ken toevallig een hele goede scout voor Scandinavië. Gent, als je erin zoekt, zit mm -hmm. uh, in onze Discord. Uh, Elijah, beste Scandinavische scout die er is. Quasi, uh, nee, kijk. Uh, ja, uh, ik vond het een logische keuze wel. Dus iemand die Gent kent. Iemand, ja. Veel mensen zeggen van: ze kent hij ken zoveel mensen? Ja. Hij bondscoach geweest van IJsland, heeft ook een goede, een goede carrière gehad. Ja. Logisch dat die mensen gaan kennen. Oké, okay, heel grote voetbalkennis, ja. je ziet dat ook in Extra Time. Ja, ja. inderdaad. Ja, ik had niet direct verwacht of zo dat Gent hem technisch technische directeur ging maken, maar... sportief directeur. Ja, ja, sportie... oh, maar... <laughs> sportief ook, maar. Een groot verschil. <laughs> ja, 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 inderdaad. Ja. Um, maar op zich, gelijk uh, dat zegt, is wel ergens logisch of zo. Ja. En ik zie het wel, ik zie het wel goed komen eigenlijk. Er zijn een, allee, het is eigenlijk, zijn de puzzelstokjes zijn in elkaar geval, want er was zo in de krant dat Kjeld Fort is iemand van Brugge geweest, mm. die echt een heel goede, uh, iemand die ook in het scoutingbestuur zat, een beetje, die eigenlijk de rechterhand wordt van Vidarsson. Uh, en met welke functie ook gewoon? Ja, ik gewoon... weet niet hoe je al die functies noemen, uh, maar dat is echt wel ook iemand die veel weet van voetbal. Hij heeft ook gestudeerd in Gent, dus dat is waarschijnlijk zo. Hm. De Gentse Bruggelingen, jammer genoeg. Uh, of misschien is, is hij een Gentse supporter, maar heeft hij gewoon de kans gegrepen, waar ik ook wel snap als je naar Of hij dus studeert gewoon in Gent, omdat Gent de beste studeerstad <laughs> is. <laughs> maar hij heeft, hij heeft gestudeerd in Gent. Uh, maar die zou dus ook komen, ik weet niet, als uh, de rechterhand van, van Viderson of technisch directeur. Want de technisch directeur is iets meer Robinet. Uh, bon, dat was ook al uh, blijkbaar gelekt. Robinet? Uh, ja. Iemand binnen Gent zelf of zo was het. Ja. Uh, mm. Die dat zou doen. Ja. Um, maar bon. En was trainer van Jonghent, zeker. Ja. Mm. ja, ik denk, denk, ik denk dat Milicevic de... gaat overnemen. Milicevic bij Jonghent. 100% procent ja. zeker, eigenlijk. Dat zou wel mooi zijn. En dan doorgroeien naar de eerste. Opvolger van Frank. Ja, misschien ja. wel. Als hij 4-3 blijft spelen. Ja, ze mogen wel een keer promoveren, eigenlijk. Hè, ja, inderdaad, mm. dat is wel jammer dat we dat niet kunnen doen, want dat is wel echt, als je dat ja. kunt voorleggen aan uh, jeugdspelers, je kunt in de tweede ja, plaats spelen. Mm. Maar ik, vind, uh, dat, dat, ik hoop dat stel het wordt, Milisevic, dat hij wel uh, het systeem van Franken speelt in uh, de Jongent. Want dat heeft mij vaak gestoord dat voetballers in Jongent, dus onder Vidarsson, die hetzelfde systeem spelen als hij. Ja, dat is echt als ja. voorbereiding op ja. de ABL. Ja, terwijl je dat ja. ze eigenlijk al hoort, speelde Bidarsson? Ik denk uh, 4-3-3 of 3-4-3. Maar kijk, die een mens, wist dat Frank erin Heeft ze daar gewoon al op voorbereid? Mm. Ja, maar, um, ik, vind, allee, dat, dat, ik vind dat gewoon belangrijk bij jeugdploegen. Allee, zo de, Belofteploeg van. Nee. interessant is wel een transfer bij, bij de belofteploeg, toch? Ja. De kapitein is naar. Ja, van der Houten. Van Houten, van Houten ja. Ja. ja, hij komt ook van Logan. Yeah. En ook al bij Club speelt gespeeld. Maar ja, hij is ook 21 jaar, dat is het begin van zijn carrière, dus ik snap wel dat hij die kon nee. neemt. Ik neem ja. hem ook helemaal niet kwalijk. Wat was ook geen pottenbreker? Hij was goed, maar hij was ook niet. Ja. Ja. En de, ja. in de, de reacties best. zag je ook dat ze onze spits ook willen van de uh, jonghend. ja. Gaat hij weg of. Die gaat waarschijnlijk weg. Hij mag weggaan, denk ik. Jammer, cap gespeeld tegen STVV, ja. ik vond ja. hem wel nog goed. Hoor. Heel snel, hè. Ja. En, en die goed. Lokerse mensen nu gewoon heel onze ja. wow. ja, beloften Ze konden niet, niet winnen van onze ploeg. Ja, Dan ja, moeten ze het maar ze maar kopen. kopen <laughs> Volgend jaar uitknikken in de beker, hopelijk. <laughs> hopelijk, ja. oh, ik, ik hoop wel dat ze terug in 1A komen voor de een... rivaliteit, ja. voor die rivaliteit. Het is uh, ah, bij. Eerst, Nu is de rivaliteit tussen hen en Beveren terug. Hè. No. Dat zijn ja zijn ook twee rivalen. Ja. Maar dat, dat is nog echt een grotere rivaliteit. Want Gent, Gent Lokeren is zo. Jaloerse de, kleine broertje. Gent eigenlijk. Zo. He, wel, ja, eigenlijk het zo wel te zeggen. Ja. Uh, Misschien tegenwoordig niet meer, maar vooral vroeger. En uh, inderdaad, zo. Bever en Lokeren hebben een beetje hetzelfde niveau. Ja. L letterlijk nu ook. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja maar kijk, uh, Wiedersson, nog iemand die daar iets kwijt bijvoorbeeld. Als de nee, luistert. Het een goeie, de tips. Een goede zaak. Nee, maar bijvoorbeeld die Gutjonsson zou bijvoorbeeld echt zijn eerste. Uh, zijn die is, die hmm. heeft ook, ook blijker zijn medisch test al afgedaan, K. Johnson. en hij zou Dus na de laatste wedstrijd van uh, Linkby zou die gewoon direct ja. zijn contract. En is al eerder target achter de spits. Ik heb uh, ik heb die allee, profiel ja, niet ja, echt Ja, Meer target ja. spits. Dus een beetje like zijn vader dan? Ja. Nou, maar, okay. nee, meer echt, meer echt target spits. Ja, target ja, ja. Target ja. ja. ja okay. Hij is, is niet zo degene die zo de acties doet. Hij is echt zo van ik zet mijn voet tegen en hij zit erin. Ja. Zo is die is we ook halen? Een, Is het ook een beer? Hij is 1,89 meter, 89, maar ik weet okay. nu niet of hij breed-breed is. Maar, 9 maar dat is wel oké. je lengte. Ja. Voor een ja, dan een punt. andere voetballer die ik vorige week had genoemd, uh, Armindo Siep, die de nieuwe Gnabry wordt genoemd van uh, de Duitse tweede klasse. -er. Ik weet het niet hoe dat ze noemen, groen logo, klavertje erin. Ook zo de nieuwe Gnabry. Ja, maar die is wel echt heel goed. Um, Gent zat erachter, maar uh, Bayern had een terugkoopclausule van 1,5 miljoen. Om, te, om tegenop te gaan tegen Bayern is volgens mij een stuk moeilijker. Mm. Dus no. De kans dat hij komt is jammer genoeg Goh, ja. verminderd. Op vlak van trainers dus is het niet zo moeilijk om tegen Bayern <laughs> op te gaan. Dus het kan ook wel. Uh... Ja, stel je voor dat Company naar daar gaat. Ik zou niet gelukkig zijn als Bayern van. Zou, <laughs> ik ook niet. Als Bayern van. <laughs> ja. uh, van mij zou het hij nog altijd mogen komen naar hij Hij is echt een hele goede voetballer. Ik vind hem heel, geweldig goed. Um... En Duitse tweede klasse, vind ik. Altijd al redelijk hoog niveau. Nee, ik hou echt ja. van het Duits ja. voetbal. Derde, ja. tweede klasse zijn mijn supporters. Favoriet, ja. 100%. Ja, ja. 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 En Jean-Luc Dompe is daar in die tweede klasse echt zo'n cult figuur. ook is ook goed bezig. Ja. Ja. Inderdaad. Bij een in eerste klasse ja. dan? Die speelt in eerste klasse. Ja, ja, ja. Bij, ja hij ah, ja, die heeft tegen Bayern gescoord. Ah, uh, ja, twee, ja, ja, twee ja, ja. of drie keer gescoord. Drie, ja. ja. dus drie, uh, drie keer gescoord, ja. Ze wonnen met 3-2 was dat En als we het over ja. ex-agentspelers, misschien een puimpje naar Solot ja. ja, drie of vier, vier goals, goals, ja. goals ja. tegen Real, Goed, niet slecht. Topscore dus. Echt. Gelijk wat ze zeiden gisteren, extra. Ja, inderdaad, zeiden gisteren, uh, extra train. Er zijn voetballers die misschien een hele carrière niet eens vier keer tegen Real kan scoren. Hij scoort er in een match vier keer tegen Maar die is dus topscore nu? Ja, hij wilde de spits van Girona, Girona ook al halen. Ja, begin van de seizoen ja. die had die tweede stem, met een goal minder dan Sörloth. Ja, maar we konden 5 miljoen niet betalen, dus toen ja. is het niet gekomen. Ja, uh, ja. Hmm. ja. ja. we konden ja. halen of ja. we waren geïnteresseerd. Volgens mij is het zo... Ik denk dat ze bij 50 spitsen hebben geprobeerd, zodat Sander <laughs> wel nog ergens zit. Uiteindelijk heeft die spits wel ook de eerste keuze gemaakt om bij Girona <laughs> ja, te blijven. inderdaad. Ja, maar inderdaad, Sörloth... <laughs> ja. um, is dat een Ja. Ja, die ja, dus Kruine, de split van Oekraïne. Daar mogen we nog tegen spelen in de Ja. Je ja. 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 hebt iemand aan kijken eigenlijk, naar het TK van jullie. Er nee. zijn er een paar ik heb een geen, dus, gaan die Dat gaat geen ticket uh, kunnen krijgen. Ja. Ik heb niet geprobeerd. Ja. De uh, Duivels zijn nu niet. Zedrik. Ik heb u al uh... <laughs> dat dat was, Ik vind het wel zo leuk om naar te kijken. En tuurlijk ga ik blij zijn, want ik weet nog dat ik echt verdrietig was toen we op twee kader zo uitladen, Dat was zo tegen een vriendin en dat zei van hoe kan dat nu? Hoezo zullen jullie eruit? Nou, ik zei het wel zo tegen mijn pa, zo, maar je om te van We gaan er allemaal uitleggen. Maar ik dacht echt zo van, we zullen we er niet uit? Maar kijk je alleen zo naar de match van België? Ja, nee. Ik ja. uh, kijk ook wel van Duitsland, zo van waar de jeugdtalenten spelen. Ah, uh, okay. Zijn er nu uh, spelers voor hen? dan had ik aan. Nee, denk het niet. Het is goed, de of roof. voor dan. de penalties in de, in de finale. Uh, uh, om, om even uh, toch een beetje uit te tekenen. Wie hopen jullie dat de keeper wordt bij de Rode Duivels? Want Sals. Zal het is Zelfs. Ja. En dan uh, het ook. Ook gewoon de doelman, meestal in vorm. Nou, Kaminski Kami ja. vind ik ook wel echt uh, een indirated keeper. Ja, 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 Die is ook, uh, gekozen tot speler van, uh, van, van het seizoen bij Luthien. Ja. Dat is dan ook in een. Uh Schietkraam. Ja. Maar hij heeft wel ja. echt heel veel. Dat is ondanks veel goals dat het tegen had, heeft hij er ook heel veel uitgehaald. Ja. Ik zou gewoon Nick Casteels pakken. Allee, dat is geen slechte keeper of zo, maar dat heeft mij bij België nog niet zoveel over kunnen vertegen. Zelfs vond ik bij Nottingham niet zo heel goed, maar bij de Rode Duivels heeft hij wel. Ja, 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 ja. Nottingham toch ook? Ik weet, weet ook. dat hij zijn eerste wedstrijd er drie binnen had gelaten. Maar Nottingham is ook een schietkraam, ja, dus ook ik had wel graag die uh, keeper van Roma gezien. Ja, het is ja. Oh, maar door wel... die ene ja. oefenmatch. Omdat hij dan een keer had ja. gewisseld, al en uh, mag je niet terugwisselen. Ja. Dat is wel stom. Maar ja. kijk, het is zijn eigen schuld eigenlijk, want hij moest maar geloven in de kansen. Kijk, hopen dat de zade... ja. Sarah. <laughs> dat hoop ik vooral. Allee, ik zou het 100% terug Maar vinden. ik zie overal in de reacties staan: als er als zo één iemand reageert van. De Saar moet mee, of de Saar is beter nee. dan Van Aken, of de Saar is beter dan maar die mensen spelen, die zeiden dat Van beter wow, was dan de Saar, die weten echt niet wat voetbal we is. Die zitten met te sorry. lachen, dit en dat. En met alle respect naar Van Aken, ik bedoel, de Saar uh, is op dit moment gewoon beter dan Van Aken. Yeah. Ja. Ja, ik denk dat... dat maar we, dan ga je waarschijnlijk mensen die deze aflevering zien commentaar geven van je kent er niets van, maar dat is gewoon puur en alleen omdat Gent in play of 2 zit mm. en dan zullen ze de Saar gewoon niet bezig zien mm. want zet die man ja. bij Brugge of Anderlecht of Union nu, en die wordt waarschijnlijk uitverkozen tot top 3 ja. speler op de houdenschoenen schoenen. van spreken. en dus. Alessio, had hem opgeroepen worden? Dat is al wel... je eigenlijk nog de meeste kans maken van een te Pro League ja. voor ja, Als het oké. iemand is, is het misschien wel Castro ja, denk ik. Die plaats is ook wel. Ja, wie speelt er daar anders? Zanger. Die zie ik echt, ik echt niet graag spelen, Castanje. Ja. Het... Ja, nee, ja. Gewoon een zuivere fullback die eigenlijk geen wingback is. is mm. Theat is nu ook geblesseerd, zeker. Ja. Dus komt nog. Ja, ja en anders Munier, daar heb ik ook niet zoveel zin ja, meer in eigenlijk. <laughs> Ik dat konie de Winter mag spelen. Dat vind ik wel echt ja. Ja, een leuke Kom, gaan we samoazen. Maar kijk, genoeg over de Rode Duivels. Ik zeg altijd: we zijn een Gent podcast, maar nu ben ik als alvoer. Sorry jongens. Uh, we hebben een, uh, een popular opinion gevonden. Het is van uh, Seppe, denk ik. Als ik me niet vergis. Uh, ik ga het dus eerst uh, voorleggen. en dan gaat... Ah nee, het is van Seba. Uh, de dilemma is van uh, Seppe. Dus ik ga het eerst voorleggen. En dan ik zijn uitlegger bij uh, zeggen. je zeggen akkoord of niet akkoord. Het uh, nieuwe Europa-format is interessant voor Gent ik weet niet als iedereen het kent hoe dat het werkt ja. weet je hoe dat werkt Milan? Uh, nee er zijn zes potten je krijgt uit elke pot één ploeg maar gespeeld maar één wedstrijd dat kan thuis of away zijn ja. dus er zijn meer klassement. wedstrijden ja, inderdaad en de I eerste oh, ja, 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 als okay. het, ik denk dat er dertig mm, ploegen zijn of zo de eerste vijftien gaan rechtstreeks door dan zo van vijftien tot twintig spelen nog zo tegen die van Europa League die Juist, zakken ja. en dan is het gewoon weer verder de normale format. Maar het dus zijn zijn uitleg. Is, uh, ik denk echt dat het de nieuwe format van de Europese competitie interessant gaat zijn. Meer matchen en niet meer twee keer tegen dezelfde ploeg. Maakt de kans groter om leukere en grotere namen te loten. Mm. Maar Gent zit sowieso in pot één, dus wij ja, hebben uh, ja, ik had die echt had de grootste ploegen. Klopt, maar het is wel zonde als je dan tegen... Ja, we hebben al geen grote ploeg, maar als er een leuke ploeg uitkomt of zo. Stel, volgend jaar speel je Europa League. Ik zeg het maar mm. iets. Dat als het dan W is en dat is veel maar één keer tegen die ploeg, is dat zo wel zonde voor veel supporters. Van, ja. okay, die away is wel legendarisch, maar dat, kun, dat kan maar geen 15.000 man meemaken. maken. Dus. Die format is wel goed tegen, allee, om zo tegen lege stadions in te gaan. Want inderdaad, veel mensen mm. zullen nu wel moeten gaan kijken als ze die ploeg willen zien. Ja. Maar ik ben, benieuwd, mm. ik, ben, ik ben wel benieuwd: van, zou, dat, zou dat kunnen dat je alle wedstrijden thuis speelt? Of zijn er zijn drie nee, keer ja. uit. Het is sowieso thuis. dat je drie keer ja. uit en drie keer. Thuis. Dat lijkt mij wel, anders is dat toch ja, veel voordeel. Maar ja. je, weet, je weet nooit dat dat ja. komt. Nee. Ik weet ook nee, niet. Is je dat, dat klassementformat? En klassementen en duels dus wij zijn niet echt. Uh, inderdaad. Ja. Ik vind het wel, wel een interessant nieuw. Ja. nieuw oh ja, zelf, ook, ook voor de Champions League en Europa League. Ja. Zeker in de Champions League. Als ja. je daarvoor als Belgische club tegen gaat, ik weet niet wie dat ja. ook wordt. De kans is wel heel groot oh, dat ja. we, allee, Want de pot Zeker. 1 zijn allemaal grote namen, pot 2. En, allee, de bal zit waarschijnlijk waarschijnlijk pot 3 of pot 4. Mm -hmm. Dus je zult wel sowieso wel een paar grote namen hebben. Ja, dan spelen sowieso tegen meer grote ploegen. Hè. Dat is waar. Ja. Ik denk in de Conference League dat het misschien iets ja. minder uitmaakt ofzo, je, okay, of zo. Omdat je nu tegen, ik zeg, ik ga maar wat namen zeggen, of dat je nu thuis tegen Shamrock of uit ja. tegen Shamrock en dan tegen Molde of tegen. Ja, oké. Okay. Um, gaat dat veel verschil uitmaken qua, qua beleving? Mm -hmm. Niet zoveel. Maar misschien hopelijk later in de Europa League of in de Champions League. Oh, ik, denk, ik, uh, denk, ik geef alles om de Champions League te ja. horen in de Helamco. Ja, We moeten nog eerst ooit ooit Genk of Circle winnen. winnen. Dat had ook nog wel zijn. Ja, ik hoop op Genk, want ik denk ik dat we ook tegen op Circle op gaan verliezen. Ja. Ja. Maar we hebben, we hebben zowel tegen Circle als, als tegen Genk niet kunnen winnen dit seizoen. We hebben twee keer gelijk gespeeld tegen Genk en twee keer verloren tegen Circle. Ja, daarom liever ja. Henk. Dus, Genk. Tegen ja, ja, Genk had ik wel echt het gevoel van. We konden daar twee keer uh, rond. Oh, ja. Heeft, heeft de thuis, er iemand dat debuut, dat debuut gezien van uh, Skoratis? Uh, ja, een paar acties. Zo'n goede voetballer man, 16 jaar, hoe dat hij daar die assists geeft, hoe dat hij daar met die bal gaat, is ja. echt dat is echt gewoon de vervanger van. Uh, ja, ik hoop dat hij voor ons... België gaat kiezen hè, en niet voor Griekenland. Nee, ik vind dat is echt zo'n goede voetballer. Daar ben er echt veel op. Kupe. Ja. Genk, ja. Genk, ja, uh, ja. Genk moet Opinion spelen. Ik dat het potje hout is. Franken kan hem misschien wel meepakken. Genk moet Union spelen, denk ik. Ja. En Cercle, ja op Brugge, maar bonus. Maar Cercle moet winnen om een barragematch te spelen? Alleen om, Allee, om ja, Brugge van ja. titel te houden. Nee, als als Cerkel wint, uh, moeten ze geen Barragematch spelen. Mm. Maar als ze verliezen, moeten ze wel een barragematch Dat zou geniaal zijn, hè? Cercle pakt de titel van Brugge af en wij spelen uh, Genk. Allee. Allee. Ja. Weg. ja zou, Dat zou mooi zijn. Ik zou dat vertegenkijken zo, ja, ja. zo, ja. en eigenlijk Union zo dat dat dan nog kampioen speelt Unión legt wel niet meer in, ja. dus, dus Union, hè is Union. Unión hè andere kan toch wel ja. Als, ja, Union verliest, die die... als Union verliest andere legt wint en Club Brugge ja. verliest ook maar, Anderlecht... maar dan heeft andere legt evenveel punten als ja, maar ze zijn Brugge maar bruggen, ja. staan zij boven Brugge omdat ze ja. in de reguliere boven Brugge ja. ah is het niet zo met, met punten dat je nee. Ah ja, oké. Okay, ja, ik dacht dat, met, dacht dat één van de twee ploegen nee, nee, nee. Uh, naar boven of naar dus drie spelen. Ja. Volgens mij gaat ah, okay. het weer zo de helikopter dan naar daar aan het nee. en dan, ah, niet. de Andere kant. Okay. Ja. Maar bij Brugge zou ik het toch heel vreemd. Maar ja, winmarkeren tegen een cirkel die blijven ja. gaan. Hè. Ja, zwaar. heen hoe Heinz op, ja. op extra time. Die handen nee. blijven, blijven lopen. Hè. Ja, niet opgeven hoor. Denk echt als cirkel minstens is een punt Is thuis in cirkel of thuis in Brugge? Club speelt thuis. Zeggen, Misschien ja, een ja, salon remise. Zijn al bij genoeg? Maar ja, dat gaan puntje. ze niet doen. No. He, dat is echt de rivaliteit tussen die twee. Dat, ja. dat zou het meest belachelijke ooit zijn ja. tussen die twee. Ik ja. denk wel als Cerkel ja. echt mensen zijn punt pakt. He. Maar dan is kampioen. Dat is Bregen. Bregen, ja. kampioen als ze een punt pakken. Ja, Bruy heeft nog niet gewonnen van uh, Cerkel, ook ja. nog niet verloren. Dus. Ja. Ik, denk, ik, denk, uh, ik denk, ik geloof in Cerkel. Ik, ik ook. geloof erin. Allemaal groen en uh, zwart vol, denk uh, ik. Hattrick. <laughs> <laughs> ja, inderdaad. los Hattrick. Uh, nee, maar wat wow, de popular opinion. Uh, zijn we daar blij mee? Ja. ja. Ik ben er dat blij mee, ook maar niet ja. ja. in de Conference In de Conference zoals... Ja, dus ja dat gaat niet zo uitmaken, Wij, maken, gaan, wij gaan geen grote ploegen nee. hebben. Maar, als je dan zo als, als maar je, je gaat het sowieso heeft. tegen ploegen uit pot 2, 3 en 4 terechtkomen. Pot 2, 3, 4, 5, 6. Uit ah, alle potten krijg ah, je een. Ja, oh, ja, ja, meer matchen, er moeten sowieso meer matches. No, dus zijn. Misschien uit pot 2, dat er nog een deftige tegenstander kan. Ja, Warschau ja. Liggen, Warschau zit daar bijvoorbeeld in. Hmm. Ik zal er een op zoek als je een beetje erover praten. Ja. Maar dus, je speelt tegen één ploeg uit elke pot, maar dan zitten ja. wel in dezelfde competitie met de andere ploegen die. Allee, met het met alle klassement. andere zit je wel in de ah, ja, competitie. Okay. Dus dan is het eigenlijk ja. wie dat beste tegen elke ploeg van de andere ja. pot speelt, die gaat dan hoogst ja. in de klassement eindigen. Ik denk nu okay, wel dat okay. de vijf keer wint of zes keer wint, dat er gewoon bij zit. En welke 100, top? 100, 100. Hoeveel gaat ze rechtstreeks door? Uh, ik denk 15 bijvoorbeeld, als 30 is het zo de helft. En dan zo. Nou, oh. en helft, ja. ja, dat is sowieso bij. Oké, okay, dus um, stel, wij zouden in pot 1 komen dan zitten er in pot 2. Um, Dynamo Kiev, Molde, Micheland, Newcastle, Sheriff Tirabtspoel en Malmo. Kijk, Newcastle. Ja. Dat is wel lekker. Ja, daar... We eh, zorgen dat niet wij, je je de andere grote namen? Is, want... In pot drie zijn... Uh, 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 Apu Nicosia. <laughs> oh nee, niet weer. <laughs> Stade Brestois uit Frankrijk. Brest, nog oh, mooi. Ligue Even okay. Nee, dat is Reims. Ah, oh, oh, Ah ja, uh, In pot 4 AEK Athene. Um, dat nog... Als dat niet meer veranderd by Dat is gewoon hoe dat toen, hoe dat toen was, want oh, het Genk zit daar nog in, maar um, dat is niet... Uh, pot 5 zit er eigenlijk... Zurich zit er wel in, mm. uh, maar ik denk dat zij ondertussen Europa League gaan spelen. De FC um, of de eh uh, FC. Yeah. Uh, pot 6 zit uh, uh, ja, Dynamo Minsk maar voor de rest Jammer maar dan Manchester United er niet in zitten in plaats van Newcastle. Maar die zouden pot in spelen. Ik vind Newcastle ook echt een leuke club om naar te kijken. Ik hoop nu wel echt wel. Als ze lood houden daar. Maar dat is echt. In Engeland ben ik ofwel een Spursie over Newcastle. Ik vind dat echt een mooie ploeg. Ik hoop nu wel echt dat we Europees spelen hebben zo al veel gediscussieerd van: zou, we nu, zou het niet goed zijn of dat we wel of niet Europees spelen? Ik hoop niet mm. toch wel dat we. Oh, Europees zou, spelen ik maken. zou het niet zo heel erg vinden, maar ik zou het ook liever hebben. Het gewoon zou geen absoluut drama zijn om Voor spelers nee. ook aan te trekken. Yeah. Ja. Ja. Ik, zou, ik hoop gewoon nog een keer op zo'n leuke Europese ploeg dat ze naartoe yeah. gaan. gaan. Ja. Lekwes, ik goh. heb West Ham niet meegemaakt, maar ik vind het echt jammer. Ja. Oh. Hmm. Dat is echt een was... Ja, dat ja. de andere kant. Dan, als moet, dan, keer dan moet je geen... mee in plaats van op een stomp papier kunnen Niels komen. Op. <laughs> ik was toch naar Den Haag eigenlijk? Ja, leuk. Ik <laughs> denk dat je liever in West Ham zou Ja, ja. Maar kijk, jullie hebben mij toch op papier meegepakt, ja. maar zo met mijn hoofd. Ge... Al die mensen die keken zo raar en dan uh, keken ze en dachten ze, ah, oh, dat is wel uh, goed. Oh, ik, <laughs> ik had je hoofd zo photoshop op Kuipers. <laughs> Laan de kant lijkt het alsof ik zo dood ben of zo. Alsof, ja, ja well, onze... Zijn laatste groet. Zij dan zouden goed. we wenen, dan zouden we daar niet zitten schreeuwen. <laughs> ja, na de 1-4 zat hij misschien te wenen. Uit dus. uh, uh, de 4-1. Ik, ik, ik weet nog dat ik dacht, toen we aan het trainen was dat ik dacht van, ja, dat is gedaan. Dat ik echt gewoon heb neergezeten. En dat ik dacht van, Snik. Het einde. Ik Be mm. ben wel echt blij dat Brug de finale niet speelt. Ja. Nou, anders oh. ging het mooi. Oh, dat zou wel nee. geweest zijn. Maar oh. kijk er nu al niet naar uit als kampioen. Nee, ik ook niet. Echt niet. Dat mag zijn. Nou zeker niet. Ja. Ja. Ik ga weer allemaal berichtjes krijgen van mensen dat ik al vier jaar niet gehoord heb. En dan opeens mensen een bericht sturen: van oh man, man. Kijk, dilemma-tijd. Het is het dilemma van uh, uh, sappen. Het is. Het einde van Hein, dus ik ga jullie het dilemma voorgeven. Hein 1 of Hein 2? Prijzen is Hein 1 beter, punten is Hein 2 beter. Hein heeft gemiddeld ook meer matchen in Hein 2 en meer punten behaald dan in Heijn 1. Ja, de ploeg van Hein 1 was ook beter dan de ploeg van Hein 2. Hein 2 heeft ons wel echt uit de hoot geholpen. Ja. Ja. Voor mij heen 1, dat was voor mij ook. Ja, puur voor het kampioenschap, maar ik denk puur voor... Kampioenschap, resultaten. kampioenschap Champions League, Europa League, tegen Tottenham. tot een... Maar heen 2 was wel belangrijk. Hmm. Ik denk dat we uh, heen 2 meer nodig hadden dan heen 1. Allee, nu kunnen we makkelijk zeggen heen 1, want we kampioen zijn speelt. Maar ja, ja. pas op, het seizoen voordat hij heen kwam, ja, bij heen 1, 1, was het tiende, hmm. negende, ja. zoiets. Dat was echt vreed. Ja, en al twee seizoenen op een rij dat we echt soms echt laag eindigden. En dan een play-off twee. Maar Gent was meestal zo'n ploeg die... Weet je. Ja, maar we, hadden, we waren toen toch al ook de tijd gewoon van... Met Soliët vierde, Predom tweede. Dan Predomte George Lekes was toch ook zesde, vijfde, vierde. Ja, zo in de laatste We waren toch al een ja. subtopper en plots waren we weer... Maar ja, ik, dalen, vind, ik vind dat je kunt niet zeggen een subtopper noodzakel. of een topper als je drie jaar zo hetzelfde... Ja, nee. nee. Je moet dat, nee, Ik vind echt als je... Maar, maar je dat werd, is ook... Gent is ook geen topclub, allee, gewoon omdat we het niet vast ja, Het is gewoon zonde dat we nu, allee, onderheen twee, die drie jaar in play-off ja. 2 zijn blan. Heel veel ongeluk hadden. Ja, en het ging van ja, heel kleine dingen af, hè? Allee, de, de heel, hele schijtdingen die die op match ja. tegen, stellen die we normaal nooit verliezen, nu dat we een puntje tekort komen, en die gewoon op alles bijvoorbeeld. Wel. Ja, ik weet het wel. Ik zeg het altijd, oh, dat, want ja. veel mensen kakken daar wel op en zo, maar ik zeg. Ik ben ook niet de grootste fan van var. Maar ik, ik ben gewoon puur van zo'n natuur voetbalfan. Zo. Soms ik, heb je het tegen u en soms heb je het met u. Mm -hmm. Dat het elkaar heeft. Zonder ja. een var ja. is het acceptabel om te zeggen ja. we hebben een beslissing tegen ons. Want dat kan gebeuren. Ja. Maar nu met een var. Like in Scandinavië spelen ze allemaal zonder voor. Ze zijn ja. er tegen voor. En uh, in Engeland ook. eens het afschaft. Ja. Ja. In België. Ja. Ik vind. Uh, like vorige podcast was het gezegd. Uh, var is goed voor zwart-wit dingen. Like binnen, bij het spel. Dat is daar goed voor, maar niet voor is het een fout, hoe interpreteer ik dat, dat vind ik moeilijk. De keuze 100% wat de scheids is gewoon, zijn gewoon slecht in Melk. Ja. Moest de VAR nu ook een keer goed zijn, dat ja. zou het ook al veel helpen. Maar het moesten moest VAR ook die technologie hebben, gelijk dat de normale VAR heeft. Ja, dat is ook want waar. sommige mensen zeggen wel van ja, 11 minuten bezig met een lijntje trekken. Ja, maar als ze dat op twee minuten in het stad krijgen ze heel België op in de kap. Ja. En probeer dan maar een keer met die programma's al zeggen. Maar daarom ook, gewoon heel de context, de prijzen, ook het voetbal zonder VAR, allemaal samen. Mm. Nou, geen één zijn voetbal was vernieuwend. Het, spel, allee, no. het, het voetbal zelf was veel meer, ja, nog spontaner. Mm. Dat allemaal samen. Ik bedoel ook, in de kampioenmatch, de penalty van Neto. Nu zou dat met VAR opnieuw moeten <laughs> genomen worden, want iedereen stond al nee. en ne nee. in de helft van de zestien. <laughs> dus... Zo van die dingen. Ze hadden mij eigenlijk een keer een extra time moeten zelf vragen. Hè? Welke periode dat hij? Ik ja. ga ook Heijn 1 zeggen, hoe vaak ja. dat is. is hij van, echter, oh, in ja. mijn tijd, mijn spelersgroep, van ja. mijn eerste periode, hoe dat die uh, ja, dat trainen... Ja, Daar heeft, er, heeft en wel veel, te veel mee te maken, hoe dat je naar een trainer kijkt, die spelerskern. Ja, bedoel, ja. Als je die spelerskern omswitcht... Ja. Dan, maar ja. dan vind ik het ook het fout van, het, de fout van Heijn 2, dat hij te veel is blijven vasthouden aan zijn eerste systeem. Dat ja. werkte niet meer, hmm. Ik denk dat nog allemaal kunnen zeggen dat 352 3 5, 2 was dus in de eerste periode, niemand had aanzien, wauw, 3-5-2. Ja. We ja. weten niet hoe we hiermee mo ja. moeten omgaan, en dan was er het periode met de code. De code was ja. gekraakt. Met de gekraagde code. Zogezegde. Maar ik denk in 2 dat hij ook veel meer taken, extra ja. taken, ja. op zich moest nemen, en dat echt uh, een beetje Ja, dat was echt op de persconferentie ja. ook, hè. Of en, of en ook op de persconferentie, ja. Hij dat hij meer doet dan eigenlijk een trainer moet doen. Ja. Dus, en dat hij nu echt rust moet. Mm. Papa. Ja, dus het moet ook moeilijk zijn om daar zo allee, de vrouw en kinderen van te zijn. Want ja. oké, okay, je krijgt heel veel geld en heel veel statuut, maar gezien um, je, je man. Die werkt dag en nacht. Hij echt... ja. hey. ja, komt s ochtends vroeg, weg en s'avonds laat. Mm. En s'nachts dus, dus. ligt hij te dromen over. Wie ga ik je kop opstaan? En wat minuut ga ik zo doen? In minuut 80 of in minuut 85? Ik hoop dat we volgend jaar een keer zien in spionkop In zijn vrije jaartje. Ik denk het niet, maar het zal wel de max. zal weer ik in doen, de studio van PlaySport zijn of zo. Ja. Ik vind, ik vind van Hent nu in de Play of 2 echt top, hè? Ja, ik had ook een keer gehoord zo een podcast van Leuven of zo dat ze zo zeiden van ja awayvak van Hent echt top gewoon like, de sfeer hoe dat ze uh, een amuseren blijven inzetten ook al dat er niets niet meer op het spel staat ja. mm -hmm. mooi maar uh, ja in uh, thuis uh, 225 dat iedereen dan opeens op een stoeltje begint te zitten dat uh, <laughs> dat was inderdaad uh, <laughs> 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 oh. kijk om over te gaan naar het speciaal uh, deeltje ik heb ja. het voorbereid over hein ik ga jullie nee. meenemen door in heel de heingeschiedenis ik heb de mooiste momenten eruit gehaald. We gaan er natuurlijk verder op ingaan. Jullie mogen het aanvullen. Ik heb echt zo de klassieke. Ik heb heel het kampioenenjaar, ik heb me daar zitten mee amuseren ChatGBT, Wikipedia. Ik heb artikels van 2014 zitten lezen. Ik heb samenvattingen zitten kijken. Ik, ik had de tijd van mijn leven. Ik heb iets uh, voorbereidend. Dat was ook doekjes nodig, heb ik voel het. Nee. Dat kan, ik heb mijn best gedaan. Nee, het is, uh, Muziekje erbij. Uh, Cedric nee, zei uh, dat ik ging rappen, ik ga niet rappen. Ik ga een verhaaltje voorlezen. Het is het verhaal van Heijn. Noemd ook uh, Heijn bedankt. Um, het begon allemaal aan het begin van het voetbalseizoen 14-15. De kop was Heijn van Haasbroek, is de nieuwe coach van K.A. Na een mislukt jaar kwam Heijn uh, met de grove borstel door de ploeg. Want spelers zoals Christian Buls, Habib Habibou, Hervé Cagé mochten vertrekken. Maar andere spelers zoals Sven Kums, Benito Raman, Mustafa Oussala, Rami Gershon, spelers waar hij en vroeger mee heeft gespeeld kwamen naar Gent. Ook ging hij bij Oostende Laurent de Poitra halen, die onze topsitter nu is, maar uh, waar we echt heel trots op zijn. Uh, we begonnen het seizoen op een echte Gentse manier. Gent speelde 0-0 gelijk op cirkel. Uh, we verwachten er niet veel na, maar op elf weken later, tegen, uh, op 25 oktober, moest Gent naar Club Brugge. We stonden toen derde in de competitie, of tweede, maar we stonden ergens bovenaan. Uh, Brugge was dat seizoen heel sterk. Niemand had iets verwacht van Gent, maar Gent kwam Brugge daar de les spellen. Hoe Gent daar voetbalde, dat was een ultra-dominant Gent. Maar jammer genoeg einde die wedstrijd op 2-2. Want wow, wat voor voetbal brachten wij. Wow, wow, wat voor veel geluk had Club Brugge. Uh, uh, Heijn bleef heel consistent voetbal brengen een heel het seizoen. In de winter kwam dankzij Heijn eigenlijk de Gense, eerste Gense ster sterspeler Moses Simon. Want wat voor matchen dat hij gespeeld heeft, tot de winter tot aan de zomer, was insane. Ja. Dan doen we een fast-forward naar februari 2015. De zoveelste top in, uh, in de Gelamco Arena toen, maar we hebben er toen nog geen enkele gewonnen. Uh, minuut 22, de bal komt via een geweldige kruisvast bij Simon, die aan de linkerkant van de grote baklijn staat. 2-1 Simon, Simon snijdt naar binnen en trapt de bal gekruist in de rechteronderhoek. onderhoek. Het liet ons dromen, want die wedstrijd wonnen we van Club Brugge met 2-1. Onze eerste topaffiche na drie jaar Gijlamco. Dat, dat was toch ook met die ongoal van ja, Timmy Simons inderdaad. daar. Ja. Dat, dat was uh, geweldig. Dan, 15 maart 2014. De laatste wedstrijd van de reguliere competitie. Gent naar moest naar Anderlecht. Uh, Gent moest naar Anderlecht. Anderlecht, die net zoals Brugge een topseizoen speelt, uh, lijkt Plots te zwakken voor het dominant, dominante Gent. Hoe Gent daar gaande voetballen was gewoon zot. Um, tactisch genie. Hein van Aasbroek zorgt ervoor dat Gent met een heel steekspel plots legt onderuit voetbalt. Want dat was met de tijd van Tielemans. En we winnen daar gewoon 1-2. Op wat voor een manier? En daardoor gaan we als tweede play-off in, met een paar punten achterstand door de hervering, op Club Brugge. Um, Gent begint eigenlijk niet zo heel goed aan play-off één toen, uh, want we verliezen heel veel. De, ik denk dat we eerst ver, uh, gelijk spelen op Charleroi. Nee. Uh, ver, ver, dus ver, 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 Charleroi. Verloren, eerste Charleroi. Eerste thuismatch, thuis tegen Kortrijk, 2-0 gewonnen. Nee. Thuis tegen Wat Kortrijk, Kortrijk 2-0 gewonnen. Ja. Dan op Charleroi verliezen met 2-1. Ja, ja, uh, ja denk Ik ja, en het. Ik ga nu verder ja. pakken. Want na het verlies van op Charleroi de Gent zich. En winnen we dankzij een prachtige goal van Nicolas Pedersen op Standaard. Oh. Ik denk dat iedereen die goal nu voor zich ziet. Die hele streep van. Was, uh, die bal vloog bijna door daarnet al zo snel. Uh, daarna volgt jammer genoeg een heel zuur gelijk spel tegen Club Brugge, Omdat we opnieuw wel echt die betere ploeg waren. Uh. Wat lukte niet. Maar hij laat het moet niet zakken. Want de week erna. Verslaat hij opnieuw Anderlecht en je ze eigenlijk Anderlecht op dat moment een beetje uit de titelstrijd. Um, 17 mei 2015, Moe, uh, Gent gaat met een waterkans eigenlijk naar Club Brugge. Want het is echt tussen Gent en Club Brugge aan het gaan. En Anderlecht is zo een kleine inhaalmanoeuvre aan het doen. Maar wat eerst onmogelijk le leek, allee, leek, is plots echt de realiteit. Want hij laat ons dromen. Dankzij die 2-3 overwinning oh. daar gaan wij eigenlijk, allee, springen wij naar de kop en kunnen wij de week erna. Kampioen spelen tegen standaard. En guess what? We worden kampioen. Worden kampioen. Worden kampioen. Worden. Gent speelt voor de eerste keer in de geschiedenis van de club kampioen. Dankzij Genie Heijn van Hazebroek. Dan, fast forward het jaar daarna, eerste keer Champions League in de Genom Arena. Iedereen kreeg er kippenvel van. Het was helemaal vol. Uh, we zaten in een super moeilijke groep. Met op, dit, op dat moment echt heel sterke ploegen. Het was 16 september 2015. Gent speelt thuis tegen Lyon. Wie kan de, club, wie kan de opstelling nog zeggen? van keeper tot spits. Oef, Wie wilt het proberen? Je mag zelf samen helpen. Cels. Mitrovic. Wacht, wacht. Sels, Mitrovic, ja. Mitrovic, Nielsen, ja. Gershon. Rafinha. Nee. Ocht, hè? Uh, nee. Nieser. Wel in elkaar Rafinha, maar het was geen. Gershon maat. niet, want Gershon was geblesseerd. Nee. Nee. Het is iemand anders die eigenlijk. Asari. Asari, de Jaren. Ja. Cumsneto. Ja. Ja. Cumsneto. Foket. Foket. Um, Milly. En nu nog twee. Laurent. Laurent en Simon. 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 Ja. We speelden met hen. Um, dat zijn de elf indianen die mogen vechten tegen de Franse topclub Lyon. Want allez, we kunnen niet onder stoelen of van steken. Lyon is gewoon een grote ploeg in Frankrijk. Um, en dat doen ze ook letterlijk. Want dankzij eigenlijk een vroegere rode kaart van Brechtje, die een domme rood, rood pakt, um, dachten we van ja, het is over. Maar wonder, boven wonder spelen we eigenlijk 2-2. En op het einde krijgen we nog een nog een domme. 1-1? 1-1. We spelen gelijk. Ik denk 2-2, maar het kan ook wel echt zijn. 1-1. Nee. dat was niet... Dat was Milicevic met de 1-1. En dan het allemaal niet meer, was het op het einde... Krijgen we een penalty tegen? Cels uh, pakt, ja, die. pakt, pakt ja. die penalty. En dat was het 1-1. Oh, dat was 1-1 dan. Maar we spelen gelijk. Um, en dan op het einde van de wedstrijd krijgen we nog een domme rode kaart van Fouquet. Dat was minuut 87. Mm. Uh, en dat zal waarschijnlijk die penalty geweest zijn ja. dat zelfs aanpakt. Uh, uh, ja, en daardoor spelen het Buffalo's eigenlijk gelijk het was geen gemakkelijke groep maar dat is dan dankzij het puntenverlies van andere Europese ploegen kon Gent toch doorstoten dankzij thuis te winnen op de laatste Nee, speeldag van de groepsfase tegen Zenit met 2-1, hmm. want ik weet nog dat ik uh, Hulk zag lopen ja, en ik dacht ja, ja, ja. van wat voor een voetballer is dat? Die, <laughs> die, die mag niet... Allee, dat is een cheatcode, dat is, En nog met Lombards ook hè? Ja, maar ook met Lombards toen inderdaad. Uh, hmm. En dankzij een prachtig goal van Milly uh, laat... haar heen zijn grenzen droom gewoon weer verder en blijft het verder gaan. Um, dan gaan we een hele periode overslaan. We gaan naar 16 februari 2017. Uh, KG Gent voor de eerste keer het echte Europese topclub, Tottenham. Niels, uw tweede ploeg eigenlijk, Tottenham. Ja. Um, wat eigenlijk een wonder leek, gebeurde opnieuw doorheen. Um, want thuis wonnen we tegen Tottenham. Dankzij een, een goal van Perbet. Perbet die <hums> op zo'n wedstrijd plots superbelangrijk was. En... Eigenlijk hadden we die wedstrijd aan één iemand te bedanken, hein Heijn was iemand die, de naam mocht nog zo groot zijn, die, die geloofde er altijd in. Dat is nog altijd gelijk. Ja. Met West Ham was dat ook. Die man geloofde erin, die zei van, we kunnen ze pakken. Want toen was de vraag van, ja, hoe gaan jullie voetballen tegen Tottenham? Goh ja, we gaan gewoon aanpakken, we kunnen, we kunnen hier tegen winnen. Iedereen dacht van, ja, winnen, nee, dat gaat niet gebeuren. Maar dat was gewoon het sterke punt van hein Gent, Gent, Gent en Heijn toen waren goed in die underdog-rol. Vanaf dat wij daarin zaten zat hij in zijn element. Want de week erna mochten wij naar Wembley. De mooiste herinnering voor veel Buffalos. Ik was er jammer genoeg niet bij. Mijn grootouders wel. Mm. Um, zij allee, hadden daar heel, de rest van hun leven altijd over gepraat over hoe maai dat was. Um, alle sterspelers stonden ook op. Uh, denk Son niet, want Son viel in bij Tottenham. Son viel in, ja. Maar wel Kane, Deli, Elly. Eriksen, Walker. Loris Walker, ja. dat was echt de ploeg ooit. En eigenlijk wordt Gent onder de tafel gespeeld. Maar mm. mede door een heel sterke Kalenic spelen we daar toch weer wonder boven wonder gelijk. Opnieuw eigenlijk door een late goal van Pervin, die de 2-2 in de netten trapte. En wat voor match was dat? Want dan mochten we doorstoten in Europa. We zijn vertrokken, maar dat, dat, is, ook, <laughs> dat is ook Gent en Hein. Dan spelen we tegen Genk en verliezen ja. we. Dat is ook Gent en Heijn, vind ik. Dat Goed is teleurstelling. Ja. Dan hebben ook een rode kaart. He. Ja, de... inderdaad. De man, ja. Dus ik heb een heel groot stuk. Omdat... Anders kan ik echt drie <laughs> uur blijven praten, maar dat is niet de bedoeling. West Ham is voor mij heel speciaal. Ja. Want voor mij was het de grootste away dat ik gedaan heb zonder mijn grootouders. Voor mij is het ook een away waar ik nieuwe vrienden mee heb leren kennen. Niels, jij ook, maar jij er dan niet. Maar we... de BBB is eigenlijk door. West Ham ook gegroeid. Um, het was opnieuw een Europese toploeg. Um, want allee, ook hij geloofde er opnieuw in. Thuis speelden wij magisch 1-1, terwijl we echt veel veel beter waren. En dan droomden we toch even, want plots stonden we voor 0-1. Ja. Stonden het van Kuipers, trapte een prachtige goal binnen. En de volle 44 minuten. Ja domineerden wij West inderdaad en dan vlak voor de rust toch wel een verdiende gelijk maken want Westen is wel die naam en dan dacht je van maar dat kan nog maar dan die vierde helft eigenlijk om het zo te noemen was er te veel aan alle energie was uit de ploeg Iedereen was echt gewoon op. Je zag het gewoon. West Ham liep er gewoon door. Het was alsof een, een, een mes door een zachte boter door... De was... klop van de hamer. Inderdaad. Dat was... ja, het kostje dat daar ons save daar met ja. de tackle. Oh, ja, Thijs, dat was... Een uh... ontketende dekking, in de ja. rice. Kijk, dat en dan nog om, uh, om het een beetje af te sluiten. Hein is altijd iemand die op de achtergrond staat, maar verdient ook echt de bloemetjes. Want Hein heeft echt voor... De beste Gent jaren ooit ja. gezorgd. Ja, we is. hebben misschien niet de meeste prijzen gewonnen, maar we hebben wel ons enigste kampioenschap. We hebben twee keer de Beker en een Supercup gewonnen met hem. We mm -hmm. hebben zotte Europa League-wedstrijden gespeeld. We hebben zotte Champions League-wedstrijden gespeeld. We hebben zotte Conference League-wedstrijden met hem gespeeld. We hebben echt vaak mogen dromen met hem. Um, en dan wil ik nog afsluiten met iets persoonlijk. Ik denk niet dat Hein gaat luisteren, maar ik ga het toch zeggen. Um, bedankt, Hein. Bedankt dat je mijn opa gaf wat hij zo graag wou. Zijn Gent nog kampioen zien worden. Mijn opa overleed jammer genoeg vijf jaar geleden en was in mijn ogen de allergrootste Bifalo ooit. Uh, mijn opa was ook de grootste heijn van. Ooit mocht hij met jou, met Heijn, een gesprek hebben nadat hij met mijn oma de rondreed met de jeugdspelertjes. Komt hij je tegen in de kantine hier nog in het Gentse en jullie dronken samen een soepje van koffie. En sinds dat moment kon hij kon niks, niks meer fout zeggen over hen. Hij was een god. En daarvoor Hijn, ben ik u echt eeuwig dankbaar. Ik ben zo blij dat mijn opa nog dat laatste geluk heeft kunnen meemaken, de laatste kampioenschap. Daarvoor ben ik hem mega ja, dankbaar. Kijk. Mooi, mooi mooi. Ik wens u alle geluk toe in uw carrière. Je bent sowieso welkom voor ooit in Hein 3. Maar het is nu op, en ik denk dat we dat allemaal weten, maar dat dat betekent niet dat we u geen deftig afscheid gaan nemen. Kijk, mooi. Kijk niet als er Heel mooi. hopelijk een keer op de podcast. Hè. Dat zou de max zijn. Maar ik vind het zo ja. mooi, als gevraagd aan Heijn wat dat zijn mooiste moment was bij hen, zegt hij altijd op een afstand genieten van ja. hoe dan mensen blij in de tribunes zijn. Ja. Ja. Bijvoorbeeld de uitslag tegen Tottenham of zo, dat boeide hem niet zoveel, maar gewoon hoe dan mensen dan zo ja, reageren, hoe dat ze dan juichen. Dat, ja, ik vind het wel een mooie trein, een mooie mooi terrein. Ja. Was het, was het jullie mooiste? Zo één, één herinnering. Dus dan dat een keer voorlopen. Niels, uw herinnering als je aan hem denkt, uw eerste positieve herinnering dat je dacht: van wauw, persoonlijk over hem? Of, ja, persoonlijk. Maar dat ook gewoon een van de dingen zijn die al. Mag alles zijn, liefst persoonlijk, maar we mag ook gewoon zo kampioen zeggen of zo. Oh, ik, ik ga gewoon de titel zeggen. Gewoon, mm. maar dan zo dat moment, ik heb dat beeld vaak herbekeken. Iets wat je Heijn nooit ziet zo doen. rechts springen op de bank. Het moment dat er afgefloten wordt. En ja, ja. je hoort ze zeggen, K.A. is kampioen. Zie je hem echt dat ja, veld oplopen ja. en dan zo, zo springen. springen en doen. En ja, ja. direct zijn assistenten om, omhelzen. Dat vond ik echt zo mooi. What? Ja, ik heb er wel van. Dat was zoiets hm. van, je hebt voor iets speciaals gezorgd. En dat hm. is ook, heen, is de illustratie van de passie en de puurheid waarom je voor K.A. Hent ja. bent. Want krijgt soms onze vraag, ja, Gent, we spolturen ploeg, waarom ben je daarvoor? Dat zijn die momenten. Ja. Hm. Dat is exact de reden waarom dat ik niet voor een ploeg wil zijn dat jaar in jaar uit kampioen speelt en heel de competitie domineert. Nee, dat is zo'n ploeg dat zo oh, dat is, die geen, momenten heeft. Geen echte supporters ja. hebben. Nee, nee. <laughs> dat, dat is mooi. En is ook zo echt voor die... Speciale, unieke ja. momenten. Kijk, om, om weer Gogo -Go aan te kaarten, dat is echt identiteit. Dat hij de identiteit. Mm. Ik ben niet allee, voor mij maakt dat niet veel uit in maar hij heeft ons echt identiteit gegeven. Ja. Die heeft ons, die heeft het grensvoetbal echt gewoon gekneed. Die heeft ons zo'n mooie ploeg gemaakt. Uh, zo'n mooi toekomstjaar eigenlijk, want het is allemaal begonnen dankzij Hein. Mm. Want moest Hein nooit kampioen zijn geweest. Allee. Dan waren we nog altijd zo die ploeg die soms een keer piek had, maar eigenlijk rond de zesde, zevende plaats bleef schommelen. Mm. Je ja. hebt ook altijd gelijk. Je ja. Heeft dat gisteren ook gezegd, mm. extra time. De spelers weten het ook. Ik heb ook ja. altijd gelijk. Ja. Allee, ja, bijna toch. Maar... Ja. Mm. Je zegt dat wel zijn eigen. Maar ja, ja. Het klopt. Dat ook is wel. ook wel ja. gewoon zo. Je ja. zo van ja, mijn ja. spelers weten al ondertussen al. Nou. Ik heb altijd gelijk, <laughs> meestal. maar... <laughs> uh. schets, het zo. Dus het altijd gelijk, hè, jongens. Kijk ja. in de kleedkamer. Nee, boys, ik heb altijd gelijk. Ja. Het is ook gewoon <laughs> zo. Je hebt veel heinhaters, maar het is een van de weinigen die gewoon altijd durft zeggen wat hij ja. denkt. Ja, en ja. ik heb veel liever, ik apprecieer veel liever zo iemand ja. dan iemand die rond de pot rijdt, die alleen maar zegt wat als supporters willen horen. Mm -hmm. Nee, hein zegt wie dat is. En hij is gewoon uniek op dat vlak in de voetbalwereld. Dus uh, ik kan hier. Ook blijven vertellen en een hele okay, en special doen met een paar Monoloog afvuren. <laughs> ja, en ik probeer altijd op de achtergrond te blijven. En daar komt mijn, mijn dingen zo. Mm. Op de kampioenenviering, op de bootjes, op de yeah. rijen. Die ja. mensen als zo aan het genieten. Nog dat was zijn mooi. idee ook. Hè, die bootjes. Ah, dat is, was zo'n mooi moment voor mij ook, maar ook voor, voor heel veel, mm. veel gaat supporters 150.000 normaal. Buffalo's. Man. Met die bootjes, zo fantastisch. Ik stond op het Emiel daar daaronder, de schaapstal. Nee, niet onder de schaapstal, maar daar in Belfort en zo. En, en gewoon dat helemaal zien, dat was fantastisch. Ja. Echt, ja. En die man we, we, we genoot er zo van, met zo'n brede smile. Ja. Normaal gezien altijd op de achtergrond en gewoon rustig, maar daar. Hij verdient ja, ook gewoon. Ja, ja. Die was, uh, dat was echt gelukkig. Hij was echt gelukkig. En dat, ja, dat was gewoon een echt een mooi moment. Mm. Dus, en ja. soms. Er kwam er toch een moment in hem naar boven dat hij ook, net als elke hand-supporter, zichzelf een beetje overschat. Ja, ik denk ja, dat ja, wij elk tuurlijk. seizoen zeiden van: we gaan kampioen spelen. heb ja. ik hem in zijn eerste periode, denk dat dat seizoen was, dat hij dan uiteindelijk ontslagen wordt. Ik weet niet zeker of het uh, seizoen. Dat hij, wordt, licht, ja. dat hij op het podium staat met zo blauw-witte sjaal rond zijn hoofd. Ja, dat staat uh, een zonnetje ja, En van: ja, we gaan hier los kampioen spelen. Uh, Zoiets in ja. die trant hebben. Was dat 2018? Ze gaan ja. niet weten wat er op hun eraf komt. En dan zo. Uiteindelijk, het feest kom dat, ja, het feest, uiteindelijk komt dat tegen hem. In zijn gezicht, maar dat toont zo aan dat hij echt die Gentse ja. identiteit heeft. Ze ook een beetje een zichzelf befoge, overschatten ja. af en toe. Dat is maar de opper-Indiaan. Opper de opper-Indiaan. En hij gaat dat ook altijd blijven. Hon hey, hey, voor mij verdient hij, ik vind een standbeeld een beetje overdreven gelijk hoeveel mensen zeggen, maar voor mij verdient hij wel zo'n gigantische muurschildering. Zo met zo'n Indianenkanzijn. Kijk, ik heb oh. ook gezien op Instagram of zo in de 60ste minuut, de zondag. Ja, ja. ja. staan vast. Ja, ik hoop echt dat hij nog een keer trainer gaat worden. Het voilà. hoeft niet per se bij Gent, maar ik wil hem echt ja. nog een keer. Ik wil hem bij Schalke. <laughs> Mijn derde ploeg. Ja. Ik, ik, ik zou hem niet graag bij een Belgische club hebben. Want hij is, hij is Gent. Ja. Ja. Hij, hij is Gent. Ik vind niet dat hij... Ja. Die, die mag niet bij een andere Belgische club komen. Nee. Ja. Dat zou pijn doen, is Kortrijk <laughs> zeg, mag. Ja, ja, ja. De KV. Dat is, dat is, hij heeft twee ploegen naar. hen. Mm. De KV. Lokeren heeft hij in zijn jeugd gespeeld ook. Die heeft daar 247 wedstrijden gespeeld. Mm -hmm. Ja, juist. Dat is een heel Heb jij nog een, een moment dat je wil aankaarten of een persoonlijke boodschap nou, dat hij luistert? Ja, bij mij, ja, de wedstrijd. toen hij daar ja, zo blij was, ook op het veld liep en zo, dat vond ik ook gewoon het mooiste mm. moment van normaal is hij zo altijd rustig. Mm. Of irriteert hij de bruissupporters? Mm. Dat vind ik ook wel <laughs> heel leuk. Ja, maar dat is heerlijk. Met de armen zwaaien. <laughs> kijk, vandaag heeft Jude Bellingham zijn celebration, hè, weet dat, dat is allemaal ontzettend van hij, Ja, ja, <laughs> ja dat... kijk, Hen is toch wel. Uh... Ja, ik hoop op mooie afscheid. Ik hoor. denk dat dat, alle, dat ik in naam van heel veel bivalues spreek, dat we, iedereen weet dat het genoeg was, dat, dat, dat het op mm. was, maar dat we heen support gaan missen. Ja. Maar we zouden, ja. we zouden allemaal niet verlengen, maar we zouden hem sowieso missen. Ja, ja dat is waar. Ik denk ook op, op het moment, we wisten allemaal dat het eraan ging komen, ja. hè, dat officieel bericht. Maar op het moment dat dat bericht zelf kwam, dachten we van, oh damn. Het ja. 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 deed wel even pijn. Ja, ja toch De persoonlijke wel. brief, Ik nam het persoonlijk ja. op. Ja, 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 is, ja, ja, ja dat kijk. is zo. Ik sta voor dat wij, subite Podcast, gaan meenemen met een met deze goede zwaai ja. naar Hein. Oh kijk, uh, we hebben nog Al één de foto. dingetje te Al doen. De foto, ja. We hebben nog één dingetje te doen. De gewoon stiek voor de laatste thuiswedstrijd. De last dance, mm. of the, the one last dance, de voorlaatste ja. dance. Uh, de wedstrijd tegen STVV thuis. Uh, het resultaat boeit me echt niet. Ik wil gewoon het mooiste afscheid dat we aan hen kunnen geven. En ook aan de portretten. Um, ja. mm -hmm. En eigenlijk, ik ga het hier toch zeggen, um, want ze verdienen het eigenlijk ook. Dat is dankzij misschien rot karakters, Want de witte en Louis. -G. Het is ook een laatste wedstrijd, maar toch ook echt bedankt. Want zij hebben de Gent mm. echt gered. Ja. Ze waren misschien niet het beste voor de club op het einde, maar ze hadden het wel altijd het beste daarvoor. Dat zie je ook wie dat, wie dat ze hebben gezocht voor opvolger. Ook bedankt. En hun, uh, we zijn ja. ook hun eeuwig dankbaar. Uh, jullie mochten wel soms een beetje allez, losser zijn en eerder <laughs> ja zeggen. Het pas altijd zo groot. Een beetje, beetje, beetje menselijker zijn, ja. zo, uh, beetje met de voetjes meer bij, op de grond. met ook. volk. Ja. En het is niet omdat je één keer kampioen speelt dat je daarna weer op de bootjes moet zitten en speelkampioen in het water springen. Want ook bedoeld om de club te redden van sowieso faillissement. Oh en een ontbijt ja. op een bootje op de lijn, Ik ja. zit ook wel een keer wel in een duur naar alleen met BW -kom. <laughs> Nee, kijk, maar daarvoor wil ik hem ook wel bedanken. Ja. Uh, en ik denk dat dan echt het hoofdstuk afgesloten is. Ja, dat, dat, is echt, samen maar dat is echt een, een nieuwe pagina. Ja. Maar eigenlijk dat wel eens. pagina omdraaien. Het ja. is wel iets, iets waar we allemaal excited voor zijn, denk ik. Gewoon zo. Ja, ik ben echt benieuwd wat het ja. allemaal gaat. Uh, 40 ja. miljoen, groene cijfers. <laughs> ik hoop echt ja, de, ook voor de supporters iets, zo, uh, dat ja. er iets verandert. Een uh, uh. beetje sponsoren en sfeeracties bijvoorbeeld. Mm -hmm. dan, uh, dan al die mensen dan zo niet meedoen met de sfeer en uh, spionkop. Ja. Ja. Of, vinden, of vinden we van de abonnementen. Uh, uh, ik had persoonlijk wel echt verwacht dat het ging dalen. Uh, want ik vind 320 euro wel veel. Um, mm -hmm. ik, vind het ik, ga het, ik ga vooral mijn redenering erachter zeggen. Ik vind dat je, als je zoveel jaren lang na elkaar um, onder je niveau presteert, dat je sowieso je prijs niet mag laten stijgen, maar ook gewoon niet moe mm -hmm. op hetzelfde laten. Ik, vind, ik had persoonlijk verwacht dat ze onder de 300 euro gingen gaan mm -hmm. voor Rabo+. Maar ja, ik vind het dan wel goed dat ze die lange tribune daar hebben aangepast, want dat was ja. wel echt dat hij zo altijd zo in het midden was, altijd iedereen op elkaar, mm -hmm. maar dat zo de buitenste vakken. En ik vind het ook niet zo mooi van de club dat ze de, uh, de regeling van de studenten hebben aangepast, dat mm -hmm. je vanaf nu studentenkorting kan hebben tot 22 jaar. Dus voor het boete. Tot is zo mijn laatste ja. jaar. Ja, ook, ja kom nog. Ja, maar ook alleen maar in tribune 4. Ja. En terwijl dat de studenten, of toch veel van de studenten dus ja. vaak de, de, ja, de spunk op en de sfeermaker ja. zijn en ze weten dat waarschijnlijk ja. ook wel. Maar kijk, ik, ja, um, ik, allee, ik ga sowieso niet klagen, want het is niet gestegen. Maar ik vind het gewoon 320 euro. Ik had het, ik had het lager verwacht. Um, mm -hmm. Mm -hmm. Gewoon puur om de laatste resultaten van Oké, okay, ja, Ze hebben, ze hebben ze al, zoals verwacht. ik daar ze van de lang, lange tribune en zo We hebben ze wel al verlaagd, die andere vakken. Dus. Ja. Ja. Het komt beter. Dan ja, eigenlijk ook, ik vind dat niet, iedereen je daarmee akkoord zijn, maar rekening houden met financiële situaties van veel mensen ja. die eigenlijk meer op korte termijn kijken om ze echt de mogelijkheid te geven om bijvoorbeeld een half seizoensabonnement ja. van, van te het laten begin kopen. Te van in het begin ja, bijvoorbeeld afbetalen. Man, dat zou het moest, het moest, nu gewoon zijn dat ik heel jaar 20 euro moet afbetalen. nee dat is nee, ja, 30 maar, ja, maar het is zijn. over een half seizoensabonnement, ja. oké. Okay, Ga uiteindelijk ook op, ik zeg maar iets op 320 euro uitkomen, maar ik ben er 100% van overtuigd dat die mensen dat meer, liever ja. op de korte termijn gewoon. Maar dat is, 100, dat is eigenlijk 180, wel een, 160, dat is wel een beetje en met en die dan... abo en Abo Plus, want het reguliere seizoen stopt in maart al mm -hmm. en dat is nu. Een... Maar dat is nog altijd veel. Hè. Ja, het is waar. Maar... Ja. Ik hoop dat die acties nog steeds gedaan worden van uh, een conference league, zo 5 euro of 10 ja. euro voor zo'n paar matches. Ja, de voorrondes zijn sowieso gratis voor Abo Plus. Maar dan moet je Apple Plus kunnen betalen, 320 euro. Dan moeten we ja. eerst de conference leak houden. Ja. Als een student die voor alles zelf mag opdraaien, is 320 euro heel veel. Ja. Ja. Ja, en nu die leeftijd tot 22 jaar, dat is echt zo. Want, en jij mag nu niet bissen Hij moet alles <laughs> op trajectjaar ja. doen of anders genieten, niet meer van uw nou. studentenkorting. pijnlijk. Maar ja, bon, ik zat sowieso wel in 3-2, dus ik had daar al voor gekozen. Kijk, uh, dan hebben we nog één ding te doen: de pronostieken op Centruiden. Ja. Wie begint er? Ook ik begin, zeker. 3-1. Overwinning om af te sluiten voorheen. En een positieve noot om dan tegen Cirkel of Genk. Mm -hmm. Whatever no. dat is, te spelen. Um, doelpunten. Te potteren gaat zijn laatste goal maken. Oh. <laughs> um, en dan zou ik zeggen Jules Zager met zo nog een keer een afstandsschot. Streep. Met een streep. En pop Het kan dus met de kopbal. Ja, oké, oké. Ik ga voor 2-0. Ik zou gewoon Roef in de hoor zetten. Niet meer zwit. Of oh, misschien zelfs naar die. Mm, nee, ik zou dat niet scheren <laughs> Ik zou echt niet scheren okay. om naar die in de goal nee. te zetten. Ja, ja oké. Okay. <laughs> Ik zou, ik zou gewoon Roef in de Hoofd zetten. Uh, ja. Ja. Dan gaan we geen binnenkeren, denk ik, met Zwitserland. <laughs> uh, die bange stemmen. Yeah, yeah. <laughs> dus met uh, Roef in de goal 2-0 en dan een goal van de is de laatste goal. En Gerkes, want die, scoort, of die speelt altijd goed. Hij heeft, ja, heeft gescoord tegen Antwerpen, hij heeft gescoord ja. tegen STBV. Tegen zijn ex-ploegen. Dus uh, ja, Gerkes en de Poitre. Nou, ik ga voor uh, 3-0 gaan. Hedrick uh, de Poitres. <laughs> Ah, wel, als dat waar is, hè. <laughs> oh, waar hier. <laughs> dat Waar seizoen dat Dan zet ik volgend seizoen 50 euro op je drankkaart. Mm. <laughs> maar eh, ik hoop vooral dat, eh, dat er een beetje volk gaat komen dat stadion. <laughs> ja, ik hoop het ook. Ja, de sfeer, ja, ik denk het ook wel dat de sfeer goed zit. Mm. En dan, ja, STVV ook niet onderschatten. Hè, want de bij het eerste thuismatch hen dat we echt wel moeilijk hadden. Mm. 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 Ik denk uh, dat we 2-3 gaan spelen met een goal van Gandelman, Fernando Spardo en Tisse Dali. 3-2 dus? Ah, drie, twee, ja, 3-2. Ja, oké. Okay. Ik dacht even we wel overlezen. Ja, 3-2. Ja, oké. Okay, okay. okay. Maar vooral dat hij de winnaar gaat zijn. Nou, ja. En daar gaat hij. Die wereld, wereld triomfeert. Heine, als u dit ziet, en in extra time kwam dat ook al aan bod. Water, Franken, la 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 la. Water, Franken, la 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 la. Kijk, bedankt allemaal. <laughs> Tot volgende week. Sorry. En nog eens zwaaien met de armen. Wee.